Dames en heren, wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. Welkom namens de organisatie, namens de Bali bij het buitenlanddebat. Het buitenland is heel belangrijk voor onze generatie. We hebben de wereld aan onze voeten en we willen graag dat het zo blijft. Vanmiddag en vanavond wordt er uitgelegd door de debaters hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Voordat ik het woord geef aan Myrthe, graag een hartelijk applaus voor de debaters van vanmiddag. Dankjewel. Ja, welkom dus allemaal. Mijn naam is Myrthe Vrees. Ik ben hier programmamaker en presentator bij de Bali. Ja, 2017. Een belangrijk jaar voor Nederland. Natuurlijk ook qua binnenlandse politiek, maar zeker ook qua buitenlandse politiek. Want het lijkt dat de wereld om ons heen opeens zich een stuk sneller verandert dan we ongeveer zelf bij kunnen houden. En de vraag is natuurlijk, hoe verhouden wij ons als Nederland daartoe? Hoe verhouden wij ons tot de geopolitieke aspiraties van een Poetin? Of naar de nationale agenda, of hoe verhouden we ons tot de nationale agenda van een Trump? Maar ook, wat staat er te gebeuren met de Europese Unie? Zal deze verder gaan desintegreren? Of zal die eindelijk met de dreiging vanuit het oosten, misschien zelfs wel vanuit het westen, eindelijk tot een sterke en eensgezinde Unie komen? Nou, vanavond gaan we aan de hand van drie thema's, zullen we langs deze onderwerpen komen. De thema's gaan over het belang voor Nederland van de NAVO, de grenzen van de vrijhandel en de relatie tussen Europese en Nederlandse ambities. En in hoeverre zitten deze twee elkaar eigenlijk in de weg? Nou, de opzet van de avond, het wordt een echt verkiezingsdebat, dus met allerlei rondes en stellingen en pitches. En ik probeer iedereen daar een beetje doorheen te loodsen. Wat we eigenlijk steeds doen is, per stelling komen hier twee keer twee politici de stelling verdedigen. Daar krijg je steeds 8 minuten voor. Daarna gaan we met alle politici verder in gesprek. De laatste ronde is met 3 politici. Die doen dat niet hier, maar van achter hun tafel. Die krijgen uiteraard wat langer de tijd, 12 minuten. Dan weer met z'n allen in gesprek. Maar wat deze avond bijzonder maakt, is dat elke stelling eigenlijk wordt geïntroduceerd door iemand van de politieke jongerenorganisatie, die eigenlijk als het ware zijn grote broer de spiegel zal voorhouden. Even kijken. Ik ben toch even heel erg benieuwd van, steek je hand op als je nog niet weet wat je gaat stemmen. Nou, dat zijn toch wel zeker de helft van de zaal. En voor wie is zijn keus afhankelijk van vanmiddag? Ja, nou. Voor die 6 mensen staat er dus, is er wat te winnen vanmiddag. Welkom. Ik stel toch eerst graag de politici aan u voor. Michiel Servaas, Partij van de Arbeid, Raymond Knop, CDA, Sjoerd Sjoerdsma, D66, Erik Smaling, SP, Katelijne Buitenweg, GroenLinks, Hans ten Broeke, VVD en Joël Voordewind van ChristenUnie. Welkom allemaal. Dan beginnen we met de eerste pitch en dan wil ik meteen naar voren roepen het CDJS en dwars, jullie mogen achter het katheder, achter de microfoon, jullie mogen samen naar voren en jullie pitch houden. Bij de stelling, zonder de NAVO kunnen wij ons land niet verdedigen. Er is geloot. Hete balletjes. Goeiedag, mijn naam is Julius Terpstra en ik ben het eens met de stelling. Donald Trump heeft gelijk. Hij heeft gelijk als hij zegt dat wij als Nederland en veel Europese landen in de NAVO te lang hebben geteerd op de zak van Amerika. Te lang hebben wij als Nederland freeriders gedrag vertoond wanneer het gaat om onze defensie. En onze NAVO is daarbij essentieel als het gaat om de verdediging. In een steeds grotere, veranderende wereld, Arabische lente mislukt, Poetin met al zijn aspiraties, wordt het steeds belangrijker dat wij onszelf verdedigen. En op wat voor staat hebben wij op dit moment onze eigen defensie? We kunnen nog niet eens kogels betalen om te oefenen. We kunnen nog niet eens een fatsoenlijk AOW-gat dichten voor onze veteranen. Of we kunnen nog niet eens onze fregatten op zee in stand houden. Het is van een heel dramatisch slecht niveau. We kunnen dat freeridersgedrag onszelf niet meer veroorloven. We moeten investeren in onze krijgsmacht. Wij moeten ons beste beentje voorzetten en zoals dat nu gaat, kan het echt niet. In 2014 schreef ik dat wij op de fiets ten aanval zouden gaan tegen IS, maar laat het alsjeblieft geen werkelijkheid worden.
Investeer in onze krijgsmacht. Investeer in onze NAVO. Dankjewel. Ja. Je zei het er zelf niet bij, maar ik neem aan dat je van het CDS neemt bent. Anders heb je CDA. CDA. Waarom staat CDS? CDA. Ik dacht, anders is de spiegel wel heel heftig voor GroenLinks, maar CDA. Yes. Goedenavond, ik ben Noortje Blokhuis van Dwars, dus ik ben wel van GroenLinks. En het zal jullie niet verrassen dat ik iets kritischer dan mijn collega tegenover de NAVO sta. Ten eerste omdat de machtsverdelingen binnen de NAVO in onze ogen heel scheef zijn. De Verenigde Staten hebben relatief veel macht daarbinnen en dat vinden wij een onwenselijke situatie. En daarnaast, maar dat is een nog veel belangrijker punt, geloven wij dat je vrede en veiligheid nooit kunt bereiken door middel van kernwapens. En dat is echt een groot punt, een groot bezwaar tegen de NAVO in de huidige vorm. Het bezit van kernwapens doet ons ook denken aan de Koude Oorlog. Wat wil Dwars dan wel? Het lijkt ons helemaal niet reëel om per direct nu de NAVO uit te stappen, maar er moet een Europees alternatief komen dat ook gelinkt is aan het Europees Parlement. En op die manier maken we het veel democratischer en ook veel transparanter voor de Europese burger. Dank jullie wel. Dank je wel. Katelijne Buitenweg en Raymond Knops. Jullie hier. Hoi Katelijne. De enige vrouw zeiden we net in het gezelschap van ja, dat allemaal is, mannen. Dus. Het is een treurige constatering. maar fijn dat jij er bent. Katelijne, laat ik jou dan als eerst het woord geven. Als eerste reactie eigenlijk op het statement van Dwars, maar dan nu vanuit GroenLinks. Dankjewel. Ja, veiligheid is natuurlijk echt een kerntaak ook voor de overheid. En voor de Nederlandse staat is het dus ook een grote verantwoordelijkheid om te investeren in de bescherming van zijn burgers. En dat kan de staat niet alleen. Daarvoor heeft het bondgenoten nodig. Allereerst ook de buurlanden. Daar investeert het ook, doet het ook veel mee samen met bijvoorbeeld België en Duitsland. Maar ook de andere Europese Unie-lidstaten en ook de NAVO. Dus op dit moment zeg ik ja tegen de stelling dat we de NAVO nodig hebben. Maar een militaire strategie moet altijd ingebed zijn in een veel bredere strategie ook van ontwikkelingen, van diplomatie. En dat is iets wat eigenlijk de Europese Unie veel beter kan. Dus wat GroenLinks wil is dat er geïnvesteerd wordt echt in ook een samenwerking binnen de Europese Unie. Op dit moment, als je kijkt naar de investeringen van de Europese Unielanden, die hebben samen geven ze meer geld uit aan defensie dan China en Rusland tezamen. En toch hebben we nog minder capaciteit om iets te doen. Dat komt omdat soevereiniteit boven capaciteit wordt gekozen. Ik denk dat daar een einde aan moet worden gemaakt. Ik denk dat veel beter moet worden samengewerkt binnen de Europese Unie. En dan zijn we binnen de Europese Unie veel beter in staat om onze burgers samen te beschermen. Ja, toch even reagerend op het verhaal van de vertegenwoordiger van Dwars. Die zei van ja, de Verenigde Staten hebben zoveel invloed binnen de NAVO. Ja, dat komt omdat de Verenigde Staten ook het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening nemen. Europa heeft eigenlijk sinds de oprichting van de NAVO geleidelijk aan zich teruggetrokken, heeft minder geïnvesteerd. En dat terwijl de NAVO de meest succesvolle veiligheidsorganisatie is ter wereld. Dankzij de NAVO leven wij nog steeds in vrede. En ja, je zult moeten investeren in veiligheid. Je zult een krijgsmacht moeten hebben om te voorkomen dat er iets gebeurt, dat mensen naar je toe komen, dat ze je territorium betreden. En daar is die NAVO heel succesvol in geweest. Ik heb het partijprogramma van GroenLinks gelezen. Ik weet niet of dat nu al mag, dat we daar iets over mogen zeggen. Maar daar staat heel duidelijk, daar staat de NAVO eigenlijk maar in één context genoemd, namelijk dat de kernwapens van de NAVO moeten worden afgeschaft. Nou vind ik ook dat over de hele wereld kernwapens moeten worden afgeschaft. Maar het gaat wel voorbij aan de prestaties van de NAVO van de afgelopen jaren. En ja, wij zijn per definitie minder efficiënt dan de Verenigde Staten of andere landen. Want wij hebben geen Verenigde Staten van Europa. Dat willen wij ook niet. Dat wil de meerderheid van de bevolking ook niet. En als je dat niet hebt, is het heel ingewikkeld en ook wel gevaarlijk om dan de beslissingsbevoegdheid voor het uitzenden van troepen neer te leggen bij het Europese parlement, zoals GroenLinks graag wil. Nou, dan praten we over een Verenigde Staten. Dat is wel heel bijzonder gelezen. Nou, we komen denk ik straks Maar dan praten we dus echt over iets wat echt aan de natiestaten is. Dat gaat over de soevereiniteit, of een van de hele belangrijke dingen, over het uitzenden van eigen troepen. Ik ben het eens met het feit dat we beter moeten samenwerken. Maar we zullen nooit defensieorganisatie als een pure efficiëntieorganisatie kunnen zien. Het is een beschikbaarheidsorganisatie die er moet zijn als je die nodig hebt. En dat kan bijvoorbeeld zich voordoen in het geval dat aan het oostelijk front van Europa dreiging opkomt. En dan wil je niet afhankelijk zijn van de grillen van meneer Poetin. Ik ga eerst even een hele concrete vraag stellen en dan een wat grotere. Even heel concreet, is het CDA voor een verhoging van het defensiebudget voor de aankomende tijd? Ja. En hoeveel?
Dat zal over een week of twee definitief bekend zijn, maar wij hebben in het programma staan dat wij willen werken naar het Europees gemiddelde in deze kabinetsperiode. Dus niet de 2% die eigenlijk staat? Dat is wel het einddoel, dat staat ook in ons programma, maar dat achten wij niet realistisch om dat te realiseren binnen 4 jaar. Dan moet er echt 5 miljard bij. We hebben ook nog andere wensen als politiek, maar dat er fors geïnvesteerd moet worden in Defensie, dat is helder. Ja. GroenLinks, komen er extra investeringen, financiële investeringen in Defensie? Het voorstel van de regering is 300 miljoen erbij en dat trekken we niet terug. Dus dat steunen we. Dus 300 miljoen, dat steunen we. Maar daarnaast, kijk, je kan wel steeds blijven zeggen er moet meer geld bij. Maar als je dus kan zien dat een betere samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie, dus dat je veel meer specialiseert. Op dit moment is bijvoorbeeld de marine van Nederland en België al geïntegreerd. Dat is een verstandige manier van doen. Waarom moet elk land apart een luchtmacht, een marine en een landmacht. Maar ik hoorde meer over dat Europese leger. En ik ben ook benieuwd straks wat Sjoerd Sjoerdsma daarvan vindt. Maar ik wil er even één ding over zeggen. Nee, het is geen Europees leger. Oké, dan kom ik er misschien straks op terug. Zo staat het wel in het programma. Dat jullie... Nee, er staat in het programma dat iets is waar we op termijn naar streven. En het gaat erom dat je nu veel meer in staat stelt dat lidstaat meer als een soort Lego blokkendoos, dat je niet nu ook als Nederland bijvoorbeeld investeringen gaat doen, allerlei aanbestedingen gaat doen, die helemaal niet aansluiten bij bijvoorbeeld dat wat Duitsland aan het opbouwen is. Dat zou natuurlijk een hele... Dus dat daar beter wordt samengewerkt eigenlijk. Ja, dat anders gebeurt heb, anders al. Heb mag je ik wat meer een meta-vraag stellen? Want we zitten nu heel erg op detail, hè, wat wij allemaal zouden doen. Staat de NAVO eigenlijk niet onder enorme druk? Is er nog wel een NAVO over een jaar? Nou, ik denk dat de NAVO onder druk staat, maar ik denk ook dat er ook een serieus manco is met de NAVO wat net niet genoemd is. En dat is dat de NAVO heeft een militaire tak alleen. En ik vind dat je er wel heel makkelijk overheen gaat over het belang dat een militaire strategie, wat ik zei, is ingebed echt in een veel bredere strategie. Dat niet je enige optie is om erop te slaan, maar dat je veel meer ook kan gaan doen aan ontwikkeling, aan armoedebestrijding, aan diplomatie. Dat moet dus veelzijdiger zijn. Natuurlijk moet dat gebeuren, daar zijn we het ook over eens. Daarvoor is ook het gemeenschappelijk veiligheidsdefensiebeleid, wat de Europese Unie heeft, waar veel krachtiger ook als Europa gesproken moet worden op het internationale platform. Maar toch even reageren op het feit dat u zeg maar doorgaat op die efficiency-maatregelen. Die taakspecialisatie en dat verdelen van de verschillende taken binnen de Europese Unie veronderstelt dat je ook afspraken hebt gemaakt over de besluitvorming en hoe dat allemaal gaat. En zover zijn we niet. We hebben nog steeds de besluitvorming bij nationale lidstaten liggen. En als je de Verenigde Staten van Europa wil, dan is het logisch dat je uitkomt bij wat u zegt. Maar dat willen wij niet. We willen de natiestaten de leidende rol laten spelen en wel een gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid, waar ook diplomatie en ontwikkelingssamenwerking beide een hele belangrijke rol in spelen. En vindt u dat we nu eigenlijk te afhankelijk zijn van Amerika? Ja, maar dat hebben we zelf volledig gecreëerd. Dat hebben we exact zo gecreëerd, omdat wij ongeveer 1/4 van de kosten voor onze rekening nemen en Amerikanen 3/4. Amerikanen hebben jaar op jaar aan ons gevraagd, doe mee, neem verantwoordelijkheid, draag die verantwoordelijkheid. En na het vallen van de muur in 1989 heeft Europa vooral het vredesdividend geïnd. Vooral gedacht dat de eeuwige vrede uitgebroken was. En heeft alles wat moeilijk en ingewikkeld was en kostbaar aan Amerikanen overgelaten. Maar ik vind het toch altijd heel bijzonder dat aan de ene kant iedereen het vervelend vindt dat we afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dus het ook het idee hebben van ja, Europa moet daar ook wel iets tegenover stellen. Dat vind ik namelijk ook. Ik bedoel, Europa, als je echt een rol wil spelen in de wereld, dan moet je ook investeren in dat buitenlandse veiligheidsbeleid van de Europese Unie. En vervolgens wil iedereen dan toch volledig soeverein zijn. Dan krijg je dus 28 lidstaten, binnenkort 27, en die moeten daar allemaal tegen elk beleid ja zeggen. Dat gaat gewoon niet werken. Dus het is ook een beetje kiezen. Of u kiest ervoor dat u gewoon toch echt horengaande aan Amerika bent, of u zorgt ook voor een sterke Europese Unie. En daarbij hoort dat je niet volledig soeverein bent, maar wel dus dat dit geld ook van de Nederlandse belastingbetaler aanzienlijk efficiënter kan besteden. Maar wij zijn niet voor een Europees parlement wat zeggenschap gaat hebben over uitzenden van onze troepen. Daar zijn ik we ook niet voor. Mag ik nog even terug naar mijn vraag? Het transatlantisch bondgenootschap is een bondgenootschap van de Verenigde Staten en Europese lidstaten. Het is niet zoiets als dat wij afhankelijk zijn van de Amerikanen. Wij hebben in principe net zoveel inbreng in dat bondgenootschap als de Amerikanen. We hebben dat samen opgebouwd. Maar als ook, Nederland? Nee, als Europese lidstaten. Ja, dan moet je dus veel sterker samenwerken om ook binnen de NAVO. Samen een deuk in een pakje boter te slaan. Ja, als GroenLinks dat ook doet in plaats van die bezuinigingen. Nee, maar wij zijn helemaal niet tegen de NAVO. Wij zien NAVO als een facilitair bedrijf. Mag ik even wat zeggen? Want dat samenwerken, we gaan het er nog vaak denk ik over hebben, dat gaat niet zo goed.
Hè, op alle fronten. Worden nog niet eens een paar fatsoenlijke tenten, hè, in Griekenland opgezet. Hoe gaat dan die Europese Unie samen een leger aanvoeren? Hoe moet ik dat voor me zien? In Griekenland, dat is natuurlijk ook juist een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Wat er nu gebeurt is in Griekenland, we hebben beloofd ook dat er ook een aantal mensen... Ik bedoelde dat meer als voorbeeld, hè? Hoe ga je zo'n leger dan aanvoeren? Het probleem is dat heel veel dingen ook gewoon door de lidstaten gedaan moet worden. Wat ik zie... is dat men vaak ook de Europese Unie kreupels slaat en zegt wat er allemaal niet deugt. En vervolgens zeggen ze, ja, wat gek eigenlijk dat de Europese Unie niet beter optreedt. Dat heeft natuurlijk er toch alles mee te maken dat de Europese Unie niet stelselmatig... Ik ben niet voor alles wat de Europese Unie doet. Ik vind het huidige Europa veel te marktgericht. Maar ik geloof wel in de kracht van samenwerking. Okay. En daar moeten we daar ook echt in investeren. Okay. Maar tenslotte, wij vinden de Europese Unie ook belangrijk. Maar de NAVO is niet alleen maar een veiligheidsorganisatie. Is ook een waardegemeenschap. Net zozeer als dat de Europese Unie dat is. En daar moeten we in investeren als we dat belangrijk vinden. En het is niet of-of. Het is wat ons betreft... We gaan hier verder praten. Dank u wel. Applaus. Ik dacht bij deze burgers. Gaat staan. Ik ben wel benieuwd, is de NAVO ook een waardegemeenschap? Zeker, ja. Ja? Er wordt eenstemmig geknikt, er wordt een beetje gefronst. Waarom niet? Ja, waardegemeenschap klinkt mij een beetje te zoet in de oren, moet ik zeggen, hoor. De NAVO heeft een rol, maar ik vind zelf dat die rol te groot is. Dat ze te actief zijn in het zogenaamde hoge geweldspectrum. Dat er te veel acties zijn geweest, met name in het Midden-Oosten, die geen mandaat hadden van de VN-veiligheidsraad. Ja, eerlijk gezegd, als je terugkijkt naar alles wat de afgelopen 20 jaar gebeurd is, heeft niet geleid tot een betere situatie in die gebieden waar de NAVO actief is geweest. We hebben Gorbachev begin jaren 90 beloofd dat we niet als een haas de NAVO naar het oosten zouden uitbreiden. Dat hebben we wel gedaan. We hebben ook Oekraïne en Georgië beloofd dat ze op termijn lid kunnen worden. Hand in broek. NAVO is ook een waardegemeenschap, omdat het uiteindelijk is verenigd rondom het idee dat we onze vrijheid moeten verdedigen. En dat maakt dat het ook een waardegemeenschap is. En dus heb ik met een aantal van de collega's hier, bijvoorbeeld met de Nederlandse delegatie in Turkije en ook de Nederlandse NAVO, of de NAVO-SG, dus Stoltenberg, gekritiseerd op het slappe taalgebruik van de NAVO jegens Turkije. En dat is een lidstaat, dus dat kunnen we intern doen. En waarom is de NAVO ook een waardegemeenschap als ze bijvoorbeeld optreedt in het hoogste geweldspectrum, waar de SP een beetje bang voor is? En dat is bijvoorbeeld omdat, als dat niet zou zijn gebeurd door NAVO-landen, de Yazidis nu zouden zijn gegenocideerd. Zou het een voetnoot in de geschiedenis zijn geweest als niet NAVO-landen in het hoogste geweldspectrum hadden opgetreden. Dan zouden 100.000 Irakezen niet terug zijn gekeerd vanuit de vluchtsituatie naar een stad als Tikrit. Hetzelfde geldt voor Ramadi. Hetzelfde geldt hoop ik binnenkort voor Mosul. Oké, de helder. En het is evident dat de NAVO, en dat is al in Joegoslavië was dat zo, ook optreedt in het hoogste geweldspectrum om mensenrechten te bevorderen, om een vrije wereld te bevorderen. En dus is het natuurlijk een waardegemeenschap. Is de VVD dan ook voor een verhoging van het defensiebudget? Gaan we zeker ook naar de 2%? Ja, anders dan het CDA hebben wij direct gezegd, wij willen een verhoging naar het Europese gemiddelde. Met het CDA zeg ik, naar 2% is onmogelijk. Dat is A, ook niet te verstouwen door Defensie. Maar dat is niet op te brengen. Dan moet je de geprognosticeerde economische groei voor de komende jaren, en er moet nog heel veel voor doen om die economische groei überhaupt mogelijk te maken, die zou je in zijn geheel aan Defensie moeten uitkeren, en dan kom je er nog niet met de inflatie. Dus dat gaat niet lukken. Maar naar een Europees gemiddelde zeker. En ik ben heel blij dat sinds het aantreden van Trump, laat ik zeggen, heer Knops en ik en de heer Vorderwind niet meer alleen staan in dit gevoel. Want de grootste geloofsbeleiders voor de NAVO zitten ondertussen op de linkerkant in de politiek. Want met Trump wil iedereen ondertussen meer geld uitgeven. Nou, de vraag is nog hoeveel. Duidelijk. Sjoerd Sjoerdsma, hoe verhoudt zich dit tot het idee van D66 voor een Europees leger? Ja, grappig genoeg heel goed. Kijk, op dit moment, en ik denk dat ik daar ook nadrukkelijk verschil met collega Smaling van de SP. Op dit moment is de NAVO onwaarschijnlijke noodzaak. Als je alleen al kijkt naar de dreiging die uitgaat vanuit Rusland aan de oostgrens van de Europese Unie. Datgene wat Rusland doet, het annexeren van de Krim, het onrust stoken in Oost-Oekraïne, oorlogsmisdaden in Syrië. Dat moet je in het hoogste geweldspectrum paraat zijn en bereid zijn ook om je grondgebied te verdedigen. Daar moet je geen enkele twijfel over laten bestaan. Daar baart me wel iets zorgen. En dat is inderdaad Donald Trump die zegt, niet dat hij zegt, Europeanen, doe jullie deel. Want dat is waar. Europeanen moeten hun deel op zich nemen. Maar wel dat hij twijfel trekt over of dat bondgenootschap het elkaar helpen in geval van nood
nog wel nodig is. Of we de Baltische Staten nog wel gaan verdedigen als Trump, als Poetin dadelijk wil aanvallen. Dat is levensgevaarlijk. En daarom zeg ik, en dan kom ik bij het Europees leger, het is in deze tijd, is Trump een enorme kans voor de Europese Unie. Maar dan moeten we hem wel grijpen. Ja. Dan moeten we niet stil blijven zitten. Dan moeten we niet als konijnen in de koplampen van de auto kijken. Dan moeten we nu zorgen dat we een echte Europese defensie krijgen. Ja. En ja, dat is een pilaar in de NAVO, zeg ik absoluut. Absoluut. Dus het is een pilaar binnen de maar NAVO. Maar dat Europese leger, dat moet er op termijn absoluut komen. En hoe moet ik dat, Michiel Schrijf, hoe staat de Partij van de, Arbeid tegenover een Europees leger? Ik heb het idee dat deze discussie over het Europees leger een klein beetje achterhaald dreigt te worden. Hè. Ik geloof dat Katelijne net zei, het kan toch niet dat alle 28 Europese landen dan eerst ja moeten zeggen voordat we iets gaan doen. Nou, surprise, surprise, zo is dat bij de NAVO ook al. Hè. Daar zeggen wij in het Nederlands parlement of wij meegaan op een missie. Dat er meer samengewerkt moet worden is evident. Of er een blauwe vlag met gele sterren meteen op moet en we allemaal achter diezelfde vlag aanlopen, vind ik eerlijk gezegd minder belangrijk. We moeten er klaar voor zijn en daar is wel, probeer me ook even in de zwevende kiezer, die enkeling die hier nog in de zaal zit, te verplaatsen. Iets waar echt linkse partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus heel veel punten, GroenLinks en SP, zitten wij aan dezelfde kant. Maar hier, als je kijkt wat we de afgelopen jaren te verstouwen hebben gehad qua dreigingen uit het zuiden, uit het oosten, maar ook hoe we in de praktijk tegen onze beperkingen zijn aangelopen, de helikopters die terug moeten uit Mali, de F-16's die anderhalf jaar nodig hebben om weer operationeel te worden in de strijd tegen ISIS, ja, dan kun je er niet omheen dat je extra in defensie moet gaan investeren, hoe links of rechts je ook bent. Mag ik hier eerst even Joe voor de wind wel reageren? Ja. Nou ja, het is opmerkelijk wel dat de heer Servaast het zegt namens de Partij van de Arbeid. Hij is zelf aan de macht geweest, de Partij van de Arbeid is aan de macht geweest. Trouwens, dat geldt ook voor het CDA en Rutte 1. Die zijn toen ook in de lead geweest. En die hebben nou juist een miljard, anderhalf miljard bezuinigd op defensie. Ja. Het is goed dat dit kabinet nu eindelijk zich omdraait en zegt, nou, we moeten de 300 miljoen bijplussen. Maar netto zitten we er nog steeds ver onder. Dus we hebben de defensieapparaat uitgekleed. We kunnen inderdaad niet langer in Mali blijven. We hebben eigenlijk gezamenlijk gezegd, als we daar geen helikopterbescherming krijgen, het zij van de Nederlanders, het zij elders, dan kunnen we daar gewoon niet blijven. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor andere missies. We hebben rare situaties gehad in Irak, waarbij we nog een paar helmen over hadden en schermvesten. Gelukkig onder druk ook van het parlement, even afmaken, is de steun er gekomen vanuit de F-16's ook voor Syrië. Ja. Dus we kunnen het ons absoluut niet veroorloven om te bezuinigen. Gelukkig doet de ChristenUnie er 2 miljard bij. Daar hoeven we de doorrekening niet voor af te wachten, want dat hebben we in ons verkiezingsprogramma al staan. En de NAVO is daarbij onontbeerlijk. We kunnen het niet veroorloven om tegen Trump te zeggen. Bekijk het maar. Ja, wij gaan onze eigen boeken houden. Even Servaas en dan buitenweg. Nou, wat ik wel belangrijk vind, hè, want er zijn nu sommige partijen, en ik sta daarbij en ik voorspel dat het bedrag misschien iets minder hoog zal zijn bij de Partij van de Arbeid, maar wel extra. Maar er zijn sommige partijen die nu de internationale omgeving beschrijven en daarom zeggen extra voor defensie. Ik vind dus wel dat als je die internationale omgeving goed begrijpt en als je inderdaad, zoals Den Broeke zegt, ziet wat we militair voor succes hebben in Irak bij het terugdringen van ISIS, dat je dus ook de consequentie moet trekken. Zorg dat je weer voldoende ontwikkelingssamenwerking hebt. Zorg dat je voldoende diplomaten hebt. Dus het is wat mij betreft wel en. Je moet in de drie sporen van het buitenlandbeleid bereid zijn te investeren. Wil je nog even reageren? Nou, ik vind dat overigens een hele valide opmerking, want de laatste jaren is natuurlijk voor ontwikkelingssamenwerking zitten we nu op 0,57% van het BNP. Dus dat is inderdaad dramatisch laag. En zoals ik zei, oorlog, armoede en onderdrukking hangen vaak met elkaar samen. Maar wat ik opvallend vind, is dat er zo weinig gekeken wordt naar hoe kunnen we het echt anders doen. Het wordt allemaal vanuit de huidige situatie en dan gaan we er allemaal wat geld bij. Maar je kan inderdaad kijken van hoe kun je nou werkelijk synergie bereiken binnen Europa. En dat betekent dat je voor hetzelfde geld veel meer kan doen. Als wij dus al net zoveel investeren als China en Rusland samen, als de Europese Unie al die lidstaten op dit moment dat samen ook al opbrengen, dan kan je dus veel meer teweeg brengen. En ik ben het heel erg blij ook met D66. Ik denk dat we daar, GroenLinks en D66, elkaar daar vinden in een wat meer
toekomstgerichte visie over het Europees leger. Dat wil niet zeggen, en dat is waar ik net aan refereerde, dat wil niet zeggen dat het gelijk van vandaag op morgen is, maar dat is iets waar je naartoe werkt. En dat is wel, die toekomstvisie is wel van belang. Eerst knopt, dan zo. Op het gevaar af dat we het debat van zojuist gaan voortzetten, maar ik doe het met alle plezier. GroenLinks heeft bezuinigd afgelopen begrotingsjaar. Het kabinet heeft geïntensiveerd, te weinig vonden wij, maar GroenLinks ging dat even terugdraaien, ging bezuinigen. En ook nu mis ik in het programma van GroenLinks geen aanknopingspunt van een versterking van de krijgsmacht. Ik hoor u alleen maar spreken over efficiëntie, maar het probleem is, er is niets meer te efficiëntieën. Het is gewoon helemaal klaar. Die 300 miljoen is mij ook niet hoor. Hier. Maar goed, een nieuwtje. Nou, dan heb je een primeur. Het staat nu in de doorrekening. Ga dat opschrijven. Ja, het staat erin. Dus mag ik nog even... Misschien heel kort hierop. Mensen die er nu zitten. Als het mag. Kijk, want dit klopt natuurlijk. Je kan niet zeggen, we willen Europese samenwerking en dan niet zelf een duit in het zakje doen. Dan denken België en Frankrijk en Engeland denken, ja, nou bedankt. Maar wat dragen jullie eigenlijk bij met jullie gammele krijgsmacht? Maar belangrijker nog dan alleen dat geld. Belangrijker nog dan alleen dat geld is ook dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen, ook als het gaat om heel moeilijke beslissingen. En daar moet ik toch ook eventjes kijken naar dit kabinet en ook een groot aantal oppositiepartijen. Neem dan de missie die we in Irak en Syrië uitvoeren tegen ISIS. Moeilijke missie, veel risico's, veel gevaren ook waarvan we zeggen, nou, die moet je goed wegen. En dan zien we dat GroenLinks echt rare dingen doet, dan steunen ze wel de missie in Irak, maar dus willen ze niet de missie in Syrië steunen, waardoor dus dat hele effect van ISIS bestrijden, die barbaarse terreurorganisatie, in gevaar komt. En dan vraag ik me wel af, dan kan je een mooie verhaal hebben over synergie, maar het gaat er ook om dat als je die middelen eenmaal hebt geleverd, dat je de verantwoordelijkheid durft te nemen voor dit soort moeilijke beslissingen. Ja, en dan vraag ik me af, waar is GroenLinks? Ik heb het nog veel gekker meegemaakt. Ik heb zelfs meegemaakt dat GroenLinks er niet eerst steunde en daarna niet. Wacht even, voordat GroenLinks zich verdedigt, eerst nog even Smaling nadenken over de verdediging. Ja, ik sta toch wel te kijken van de verzamelde kortzichtigheid hier aan de tafel. Want het feit dat we kijken, ik ben ook niet blij met IS en ik zou ook hopen dat ze er niet zijn. Maar ze zijn er omdat wij Saddam Hussein hebben weggejaagd. Ja, wij zijn verantwoord voor IS. Maar voordat we de hele... Ze zijn er ook, 15 jaar daarvoor stond Rumsfeld nog te handshaken met Saddam Hussein. Maar dan gewoon even, wat is dan het concreet idee van de SP om met dreigingen van buitenaf om te gaan? Ziet de SP IS als een dreiging? Eerste begin even. Nou, wij begrijpen gewoon die regio niet, de Amerikanen voorop. Nee, dat klopt. Wij grijpen steeds in op een manier dat we denken dat daarna vanzelf een nieuw evenwicht ontstaat. Maar wat je ziet is dat dus, dat gebeurt niet. Wat is de oplossing van de SP? Politieke oplossingen, wapens eruit houden, olie-export voorkomen, op alle mogelijke manieren ze isoleren. Maar iedere IS-strijder die daar wordt neergeschoten, levert 10 tot 100 sympathisanten op van radicaliserende jongeren elders in de wereld. Het is gewoon niet de juiste weg. Servaas en dan voor de wind. Nou, ik vind het echt lastig en ik gun je applaus hoor, daar gaat het niet om. Dankjewel. Maar als je in Erbil staat, of als je in andere plekken in het Koerdisch gebied van Irak staat, dan kun je met die mensen een lesje geschiedenis gaan doornemen. En ik zal je vertellen, ik ben het nog met je eens ook, die inval in 2003 was een slecht idee, was niet gelegitimeerd door de Veiligheidsraad. Maar daar hebben die Koerden op dat moment buitengewoon weinig aan. Die hadden IS letterlijk aan hun poorten staan. Die hadden IS in hun steden staan. En alleen maar omdat wij bereid waren met hen de strijd aan te gaan, hebben ze ze weggekregen. En dan kun je met je geschiedenislessen en weet ik wat allemaal een heel eind komen. Maar dat zullen de Koerden niet begrijpen. Dat zullen de Jezidis niet begrijpen. Dat zullen sommige christelijke minderheden niet begrijpen. Dat zullen trouwens ook heel veel Sjiïten en Soenieten niet begrijpen. Die willen ze die vragen om steun. Die krijgen de dekking in dit geval wel van de VN. Dus waarom geven we ze die steun dan niet? Waarom laat je ze in de kou staan? Letterlijk. Nog even Joel voor de wind. Ja, en je kan natuurlijk van alles zeggen over de inval in Irak en hoe die uiteindelijk is uitgepakt. En daar kan je van zeggen dat het veiligheidssysteem te veel ontmanteld was. Maar dat kan je weer niet zeggen van Syrië. Want als je nou iets de internationale gemeenschap zou kunnen verwijten, is dat we daar juist niet hebben ingetreden. En je ziet de kwalijke gevolgen van dien. Het gevecht met chemische wapens, 250.000, 300.000 slachtoffers. En daar zie je de strijd wel degelijk tussen de Soenieten en de Sjiïten. En die strijd wordt niet zozeer tegen het Westen gevoerd. En daar worden wij als internationale gemeenschap, Nederland, de NAVO, juist bij betrokken om dat kwaad, ISIS, daar ook te bestrijden. En daar ben ik met de heer Smaling eens. Dan moet je verder kijken, want alleen bestrijden, daar kom je niet mee. Je moet ook de oorzaken van het conflict. Ik had een bellen. Stel je voor, we staan wat meer los van Amerika.
Amerika, hadden wij dan als Europees leger of mogendheid wel in Syrië kunnen gaan ingrijpen? Nou, ik denk dat je bij zo'n ingrijpen altijd toch ook wel een volkenrechtelijke mandaat moet hebben van de Verenigde Naties. Dus ik denk, in dit geval denk ik dat niet. Ik denk dat je sowieso, dat vinden wij ook bij ingrijpen van de NAVO, dat moet ook een bepaalde legitimering hebben. Dus ik denk niet dat dat zo anders is. Ik denk, wat mij wel opvalt is, het is natuurlijk heel erg moeilijk wanneer je ingrijpt en niet. Hè? Dus dat is wat lastig is, namelijk je ziet het leed wat er is, maar je moet wel ook een perspectief hebben. Je kan niet een vrede ergens bombarderen. Maar ik geef zo toe dat het gewoon heel erg ingewikkeld is natuurlijk om niets te doen. Maar wat ik wel ook opvallend vind, is met alle compassie voor de mensen die inderdaad lijden, er ook heel veel, juist het, ook de aanwezige partijen, veel zaken niet leveren uiteindelijk. Als je kijkt naar de vluchtelingen en de mensen die wij beloofd hebben om op te nemen of daar echt serieus voor te zorgen. Dat is Ik heb nog 1 minuut en ik wil even bij die NAVO blijven. Nee, maar ik wil namelijk maken, want het is namelijk 1 ding om te zeggen van je hebt ergens niet ingegrepen. Maar ik bedoel, er zijn heel veel beloftes gedaan van mensen die hierheen komen. Ja. Ook bijvoorbeeld 3800 mensen zomaar uit Griekenland. We zijn hier de ACC zijn aan het sluiten. Daar vriezen mensen dood. En dat is dan blijkbaar gewoon realpolitiek. Ik vind het een valide punt, maar daar komen we straks ook nog als het verder gaat over hoe Nederland zich tot de Europese Unie verhoudt. Laatste vraag in hand ten broeke. Wat is nou eigenlijk de grootste dreiging? Dat die NAVO uit elkaar valt? Dat Amerika ons loslaat? Of zijn er nog veel grotere dreigingen die ons bijvoorbeeld aan de oostgrond staan te wachten? Wat is volgens de VVD op dit moment de grootste dreiging? Ik denk niet dat de dreiging is dat de NAVO uit elkaar valt. Ik denk dat je nu al een klein beetje ziet dat Trump ook, laat ik zeggen door de werkelijkheid en ook door de instituties, eerst in de Verenigde Staten en later ook internationaal, in elk geval wordt afgeremd. En daarna zal hij ook in de problemen komen omdat hij zelf te veel problemen oproept. En hij heeft geen terugvaloptie. Het is geen terugvaloptie voor de Amerikanen om zich terug te trekken op het eigen continent. U gelooft niet dat dat gaat gebeuren? Dat is een soort totale isolationistische politiek? Nou, hij zit zonder meer, ook straks als we het handelsdebat gaan voeren, zit er een isolationistische kant aan die mij niet bevalt. Maar de grootste dreiging die we op dit moment ervaren op ons continent, die komt in verschillende vormen komt die tot ons. Dat is Rusland, omdat Rusland een aantal belangen met ons niet deelt. Dat is een dreiging waar volgens mij wel mee om te gaan is. En je hebt natuurlijk de dreiging van islamterreur, die zich in verschillende mate doet. Die doet zich aan onze buitengrenzen voor, maar ook in onze binnensteden. En daar valt niet altijd alleen met de NAVO tegen op te treden. Maar zonder de NAVO gaat het niet. Zonder de NAVO komen er nog meer vluchtelingen. Met de NAVO konden vluchtelingen terugkeren naar Tikrit. Ik zei het net al, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook, Katelijne, zeg ik, op ons eigen continent. Denk maar even terug aan 99, Kosovo. Ja. Een zeer goed voorbeeld van een actie overigens. Laten we de geschiedenis lezen. We hebben te weinig tijd voor de geschiedenis. Het gaat om beloftes in het nu, hè? Dank je wel. Het zijn wel mensen die hun leven hebben gehouden. Dank je wel. Ik wil jullie vragen om inderdaad de geschiedenislessen toch met zo'n verkiezing, want het werkt gewoon niet, want we kunnen er gewoon niet te lang bij stilstaan. Dank jullie wel voor deze ronde. Blijf vooral staan, want we gaan door. De tweede ronde. Nee. Maar als ik me heel goed aan mijn klok hou, dan heb ik straks ruimte voor 3 hele prangende vragen. Dus hou hem vast. Oké, dan gaan we nu snel door naar de stelling over vrijhandel is goed voor Nederland. En daarover geven een pitch Rood en de JOVD. Goedemiddag allemaal. Ik ben Sarah, ik ben niet van Rood, wel van de SP. Volgens mij ben ik ook te oud voor Rood, maar ik krijg meestal geen alcohol mee in de supermarkt. Dus ik denk dat ik wel enig recht om hier te staan. De stelling, vrijhandel is goed voor Nederland, oké, maar doorgeslagen vrijhandel zeker niet. En ook niet goed voor de rest van de wereld. Want hoe zit dat? Nou, als landen met elkaar willen handelen, dan mag dat natuurlijk. Er is niets tegen vrijhandel, maar dat mag nooit ten koste gaan van mens, milieu en onze democratie. Vrijhandelsverdragen als TTIP met de VS, CETA met Canada ondermijnen deze zaken. Het mag nooit zo zijn dat grote bedrijven meer te zeggen krijgen over onze democratie dan wij zelf. Daarom kwamen mensen in de hele wereld in actie tegen deze burgerakkoorden. En met succes, want TTIP lijkt van de baan. Onze economie moet daarom georganiseerd worden in het belang van ons allen. En alleen zo kunnen we toewerken naar een democratische economie die niet alleen ten goede komt aan de happy few, maar ten goede aan iedereen. En tegen minister Ploemen zou ik willen zeggen, stel het goede voorbeeld, breek alle handelsakkoorden open waarover nu onderhandeld wordt en maak er echt duurzame en inclusieve verdragen van. Tot zover. APPLAUS.
Nou, mijn naam is Joris Zevenbergen. We zijn hier in Amsterdam. En Amsterdam is een van de tolerantste steden ter wereld. En hoe komt dat nou? Omdat Amsterdam een echte handelsstad is. Want handel en tolerantie gaan hand in hand. Als je met iemand handel drijft, kan je hem natuurlijk niet de hersens inslaan. Dus wat hebben we nou nodig? We hebben geen hekken of muren nodig. We hebben juist meer internationale samenwerking nodig. We hebben meer handel nodig. Want dat is goed voor onze welvaart. Maar dat is ook goed voor onze veiligheid. Want op het moment dat wij handel drijven met landen, creëren we wederzijdse afhankelijkheid. Dus de wereld wordt daar veiliger van. En ik ben ervan overtuigd dat de wereld daar ook ook toleranter van wordt. Op het moment dat wij met elkaar handel drijven, elkaars producten gebruiken, leren we elkaar ook begrijpen en wordt de wereld toleranter. Dus ik wil alle liberalen, alle Nederlanders en vooral ook alle Amsterdammers oproepen te gaan staan voor vrijhandel. Want dat is nu belangrijk. Oké, okay. Duidelijk. Hand en Broeken namens VVD en Erik Smaling namens de SP. Vrijhandel is goed voor Nederland. Dan begin ik met Erik Smaling. Nou, vrijhandel is op zich niks op tegen. Alleen zijn we de laatste decennia aan het doorslaan waar het gaat om het nut van vrijhandel. Kijk, we hebben natuurlijk al een interne markt binnen de Europese Unie. Die is deels is dat een goede zaak. Zo zijn we ook met z'n zessen ooit begonnen. Maar daar zitten ook wel keerzijden aan. Vrij verkeer van goederen en arbeid, dat levert ook wel in Nederland problemen op. Dus ik denk dat we met die discussie over TTIP gewoon moeten stoppen. Het is waarschijnlijk helemaal niet datgene waar we nu echt onze aandacht op moeten richten. We zijn wel een handelsland, dat zijn we van, waren we al in de 17e eeuw of nog daarvoor. Dus dat zullen we ook blijven. Export is een belangrijk onderdeel van ons bruto nationaal product. Maar vrijhandelsverdragen van deze schaal, dat is denk ik ook helemaal geen goed idee als je ziet waar de bevolking zich op het moment zorgen over maakt. En die heeft zorgen over grote supranationale instellingen, inclusief de Europese Unie, waar zij zich onvoldoende bij betrokken voelen. Dus dit nu doorzetten, gaat die mensen niet blij maken, gaat misschien banen kosten in plaats van opleveren en kan ten koste gaan van arbeidsomstandigheden en milieu. En dan gaan we goederen op en neer varen van die schepen met van die vieze stookolie. Niet doen. Hele andere prioriteiten leggen. Samenwerken met Afrika, het jongste continent ter wereld. Samen met de VVD hebben we een amendement uit het geld uit het portemonneetje van minister Ploemen weten te tikken. Om jonge ondernemers in Nederland en Afrika te matchen. En dan kunnen diaspora hier in Nederland kunnen die katalyserende rol. Dat soort dingen moeten wij gaan doen, Han. En ik hoop dat je onderhand ook zo ver bent dat je dat onderschrijft. Ik heb ervoor gestemd, dus dat onderschrijf ik ook. En heel af en toe komt er wel eens een goed idee en dan onderschrijven we dat. Maar de rest is echt vaker, dramatisch. Vaker dan jij denkt. Joris zei het volgens mij net heel goed. Deze stad, Amsterdam, een stad van koopmannen. Ga maar om je heen kijken, al die grachtenhuizen. Het is één grote tentoonstelling van wat handel vermag. Een heel klein landje met een hele vrije geest. Die niet alleen tolerantie heeft gebracht, omdat die koopmannen natuurlijk ook daarmee allerlei perverse invloeden uit andere landen konden weghouden. En wie kwamen naar ons toe? Portugese Joden, Franse Hugenoten. Handel heeft inderdaad ook een vrije geest opgeleverd. En Amsterdam is er een mooi voorbeeld van. Hugo de Groot is niet voor niks de grondlegger van de vrijhandelsgedachte. En het maakt Nederland veel groter dan het is. Het maakt ons veel groter dan het is. Handel brengt ons ook heel veel. Eigenlijk is het te gek dat we dat nog moeten uitleggen. Maar laat ik het dan bij TTIP houden. En ik weet, Lilian Marijnissen, de nummer 2 op jullie lijst, die heeft zich heel positief over Donald Trump uitgelaten. Omdat Donald Trump TTIP van de baan gaat halen. Maar TTIP alleen, en alle berekeningen die je bekijkt, TTIP alleen al levert ons ergens tussen de 0,2 en 2% economische groei. Dat zijn dus miljarden die we niet hoeven te gebruiken, of die we juist wel kunnen gebruiken, die in onze eigen zak komen, of waarmee we bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, het Gronings gas kunnen afschalen. Afgelopen jaar 5 miljard minder, omdat we vinden dat we minder aan Gronings gas moeten uitgeven. Dat is een maatregel die we ons alleen maar kunnen permitteren als we er ook iets tegenover zetten. Namelijk dat we iets kunnen blijven verdienen. Nederlandse ondernemers doen dat overal. Ik wil heel graag dat onze prachtige zeilboten ook in de VS kunnen worden verkocht. Of die drinkyoghurt van de Melkunie of van Campina. Dat kan maar op één manier, door zo'n verdrag te sluiten. En dat verdrag, daar geven we niks aan democratie mee op, dat zijn allemaal sprookjes. En daar geven we ook absoluut geen invloed meer weg. Sterker nog, het zijn onze eigen standaarden die we ermee exporteren. TTIP is een perfect verdrag, moeten we heel snel sluiten.
Oké, helder. Nou, het is moeilijk om daar applaus voor te krijgen, merk ik, voor de TTIP. Gaan we meteen even naar de TTIP. Wil ik straks naar meer de grotere discussie, want ik ben wel benieuwd, want we hebben heel erg op de geschiedenis van de vrijhandel, maar het gaat gewoon over nu. Misschien zitten we ook wel aan het eind van die vrijhandel. De TTIP, een vloek of een zegen? Blij dat die van tafel is? Een vloek, en ik hoop en verwacht dat die van tafel gaat. Omdat, kijk, die hele Doha-rondes en zo, dat is ook nooit tot een einde gekomen. Dat CETA is wel doorgegaan. Je zult nog zien waar dat toe leidt. Want Canada is ook een beetje een soort achterdeur van de Verenigde Staten. Waarmee het effect van CETA eigenlijk nog een stuk groter zal zijn dan het formaat van Canada zal doen vermoeden. Nou, we hebben al een keer een situatie gehad waarbij Canadese bedrijven de Roemeense overheid hebben gedaagd omdat die strenger milieubeleid wilde invoeren. Toen heeft het Canadese bedrijf daar dus een zaak tegen geopend. En in die context van zo'n CETA-verdrag heeft zo'n bedrijf daar dus de mogelijkheden toe, omdat er ook een arbitragesysteem is wat zich helemaal onttrekt aan de democratische basis. Mag daar, dat is dat ISDS, daar is veel over gezegd. Ja. En eigenlijk, als ik het goed heb, hoor ik nou net zeggen, dat is onzin. Nee, het ISDS is juist door Nederland aangepast. Dat is, Lilian Ploemen heeft daar met dit kabinet natuurlijk een amendement op gemaakt. Even voor mensen die niet weten, dat is dat het bedrijf de staten kunnen aanklagen. Ja. En dat het niet via nationale rechters gaat, maar achter gesloten deuren en, met drie advocaten. Als je een handelsverdrag sluit, en het liefst een multilateraal handelsverdrag, want dat maakt iedereen rijker. Hè. Het heeft de afgelopen tientallen jaren ook honderden miljoenen uit de armoedegrenzen gehaald. Ja, maar zijn, als je iedereen rijker maakt, dan moet het ook mogelijk zijn om multilateraal natuurlijk ergens te kunnen klagen. Overigens niet alleen over milieu, maar bijvoorbeeld ook over mensenrechten. Dus het is goed dat bedrijven dat ook kunnen doen. Maar het moet op een verantwoordelijke manier gebeuren. Nou, Nederland heeft dat voorstel gedaan, dat wordt overgenomen. Dus dat bezwaar is weggenomen. En wat ik zo bijzonder vind. Even vragen, hoe weet u dat het is overgenomen? Want ik heb een beetje in verdiept omdat ik er niks van wist. Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Dus hoe weet u dan wel dat zo'n voorstel is overgenomen? Hoe hebben we daar zicht op? Welke voorstellen worden... Nee, een deel van de arbitrage gebeurt natuurlijk achter gesloten deuren. Er zitten overigens nu wel meer stakeholders, noemen we dat dan. Er zitten wel meer partijen bij die daarop meekijken. Maar een deel is ook wel degelijk gewoon is na te gaan. Wat ik zo bijzonder vind, op het moment Erik zegt van het is niet democratisch, we weten er allemaal niks van. Dat is niet waar. Wij kunnen als democratie, hebben we wel invloed op dat verdrag. Het werd op een gegeven moment ter inzage gelegd in Brussel. Moet eens raden, er is maar één Nederlandse parlementariër gaan kijken. Dat was niet de partijgenoot van meneer Smaling. Dat was mijn partijgenoot, Fred Teven. Dat is de enige die daar is wezen kijken. En dat vind ik dan zo raar. Hier beweren dat de democratie ten einde is. En in Brussel niet eens even de moeite nemen om te kijken wat erin staat. Hier vlieg je echt de bocht uit. Dit is een typische darkroom verdrag. Ja, daar weet ik dan zelf niks van, dus ik laat jou nu heel graag... Ja. Onze Europarlementariër Annemarie Mineur, die heeft het hele proces doorlopen en die kwam op een gegeven moment in dat kamertje met een bewaker en die heeft wel mogen lezen, maar mocht ook geen potlood en papier. Wij moeten onze iPhone nog wel eens afgeven, maar ze moest haar potlood en papier afgeven. Dat is dus de manier waarop zo'n ingrijpend verdrag sneaky aan de mensen wordt opgelegd. Ja. En daar zit niemand op te wachten. Handel, ik ben het helemaal met je eens. We zijn ook een handelsland, zullen we altijd blijven. Goed. Maar we moeten een hele andere focus aanbrengen in hoe wij in de toekomst handel belangrijk willen houden. Mag ik even tussendoor vragen? Want u zegt dan, ik wil dat die lekkere yoghurtjes en die zeilboten naar Amerika gaan. Ja. Maar Amerika is buiten de EU al onze grootste handelspartner. Dus daar gaan, neem ik aan, nu toch ook al heel veel yoghurtjes daarom. Omdat en boten. Het zo'n grote handelspartner is, is het eigenlijk krankzinnig dat we sinds de Tweede Wereldoorlog het grootste handelsblok buiten de Europese Unie nog steeds hebben overgeslagen. Dus het gaat om een heel simpel handelsverdrag. Dus er zijn allerlei idiote belemmeringen waar Nederlandse ondernemers mee te maken hebben. 60% van die ondernemers zijn overigens niet ondernemers zoals Shell en anderen. Die zetten wel een assemblagelijn of een boorput of wat. Die kunnen het allemaal wel betalen. Nee, het zijn kleine ondernemers, midden- en kleinbedrijf, 60%, die hebben niet de mogelijkheid om het in dat land zelf te gaan fixen. Die zijn puur en alleen afhankelijk van wat we in zo'n multilateraal verdrag met elkaar kunnen regelen. Dus we doen onszelf ongelooflijk veel plezier om dat handelsverdrag wel voor te zetten. Zeker in een wereld die straks door Trump wordt beheerst door puur nationalisme. Iedereen voor zichzelf. Waardoor alle kosten weer omhoog gaan. En ik kan u één ding beloven. Het eerste land wat daar de negatieve gevolgen van merkt is Nederland. En je ziet het nu al met de Brexit. Dank jullie wel. Ga staan achter de tafeltjes. Dank je wel. Hand en broek in snijden. Michiel Servaas, doen wij ons een ontzettend plezier met TTIP.
Oh, dat was de vraag al. Ja. Ik dacht, dat was hem al. Ja, het was een beetje alsof ik stond te kijken naar het duiveltje en het engeltje op mijn beide schouders in dit geval. Waarbij het engeltje trouwens wat meer aan het woord was dan het duiveltje die het allemaal niet zo zag zitten. Maar ik dacht dat ik het engeltje was. De worsteling. Nou ja, kan er ooit wat worden tussen? Teugen. Ja. Ik ben natuurlijk zeer voor handel. En het gek is dat niemand het woord banen of werk nog genoemd heeft. Hè. Daar gaat het uiteindelijk om, dat we er ook nog wat mensen mee aan het werk krijgen. Dus tegen protectionisme, muren bouwen en zo, wat Trump nu wil. Dat zou inderdaad heel slecht nieuws voor ons zijn. Maar er zijn wel twee belangrijke voorwaarden waaraan dit soort verdragen moeten voldoen. Het ene is dat het een qua normen... dat we moeten voorkomen dat we in een soort race to the bottom terechtkomen. Dus dat iedereen naar steeds lagere normen gaat. Dat dreigt wel met TTIP. Dat is met CETA redelijk gecounterd. Dus dan gaat het om milieu, maar ook om arbeidsnormen. Hè, dat de landen waarmee je zo'n verdrag sluit dezelfde arbeidsnormen naleven als wij dat zelf doen. Dat vind ik heel belangrijk. Het tweede is dat zo'n rechtbank op zich niet zo verkeerd is wanneer je in een conflict komt. Maar inderdaad, zoals je zegt, dan moet die wel publiek zijn. Openbaar, transparant. En bovendien moeten niet alleen bedrijven toegang hebben tot zo'n rechtbank, maar ook maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, vakbonden en dergelijke. En wij hebben dus ook gezegd, TTIP hebben we het niet eens over, want het ligt op dit moment minstens in coma, zou ik maar zeggen. Maar bij CETA hebben wij gezegd, hè, als er nou één land is waarmee je eruit zou moeten kunnen komen als Europa, dan is het Canada toch wel, een soort Scandinavisch land, maar dan aan de andere kant van de oceaan. Maar wel keihard vasthouden aan die normen. En wij stemmen pas definitief in als die rechtbank ook voor iedereen open is. En met die opdracht hebben we Ploemen op pad gestuurd. Helder. Wel voor de wind. TTIP. Ben je blij dat hij in coma ligt? Of... Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja? Het zijn een beetje dezelfde argumenten. Maar het is ook weer een mooi verhaal van de Partij van de Arbeid. Dezelfde minister van de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk wel TTIP de afgelopen jaren verdedigd in het parlement. En gezegd hoe belangrijk het is. Nou zijn wij als ChristenUnie ook erg voor vrijhandel. Dat levert banen op. Maar je moet inderdaad heel goed kijken wat de effecten daarvan zijn. En als we zien naar de arbeidsnormen, als we zien naar de landbouwsector, als we zien naar genetisch gemanipuleerd voedsel wat vanuit Amerika naar Nederland en Europa zou kunnen komen. Ja, dan zeggen wij, haal die specifieke elementen eruit, haal de landbouw eruit, zorg dat je dierenwelzijn goed garandeert. En dan zou je opnieuw kunnen kijken naar dat TTIP-verdrag. Nu hoeft het niet meer, want het ligt stil. Maar die arbitragecommissie, dat is ook een belangrijk punt. Nou, dat is inmiddels afgezwakt. We zijn nog niet tevreden met het ICS-systeem, het nieuwe systeem wat er nu ligt. Wat ons betreft moet je als staat niet tegen een multinational via een arbitrage gaan procederen. Maar dan kunnen ze zich gewoon aan de Nederlandse wetgeving houden. En een laatste punt, wat ik nog niet hier gehoord heb. Handel, vrijhandel, prima. Maar denk ook aan de arbeidsnormen, internationaal erkende arbeidsnormen. Geen kinderarbeid, geen dwangarbeid. Daar hebben we wel met de Partij van de Arbeid opgetreden en opgetrokken. Zorg dat die kinderarbeid echt de wereld uitgaat. En zorg dat die kinderen naar school kunnen. De kinderarbeid in de VS, sorry, ik begreep het even na te denken waar u nou op doelt met kinderarbeid in relatie tot TTIP. In de breedte als het gaat om handelsverdragen, zorgen dat je die arbeidsnormen een initiatiefwet van mijn collega Roelof van Laar, waar Nederlandse bedrijven verplicht worden om er zorg voor te dragen dat in hun producten geen kinderarbeid zit. Dus morgen is die stemming, dus je kunt allemaal zien hoe deze partijen daar gaan stemmen. Ja. Let op. Ja. Short, hadden jullie nog iets toe te voegen voordat ik meer naar de... Iets kort. Ja? Iets kort, omdat dit gaat over banen. En ja, dit gaat erom ervoor te zorgen dat wij aan onze eigen hoge Europese standaarden vasthouden, zodat we niet de standaarden van bijvoorbeeld China krijgen opgelegd. Absoluut belangrijk. Maar het gaat ook over nog net iets meer. En dan neem dat handelsverdrag met Canada, dat CETA, waar van sommige partijen, SP, ik geloof ook GroenLinks, van zeggen, ja, dat moeten we gewoon niet willen. En dan denk ik in deze tijd, waarin we de vrienden echt niet voor het uitkiezen hebben. Sterker nog, het lijkt er soms een beetje op alsof we steeds minder vrienden hebben. Zouden we dan niet iets voorzichtiger moeten zijn met die banden? Zouden we niet iets serieuzer moeten kijken naar ook het geopolitieke belang dat zo'n verdrag in zich heeft? En zeker het CETA-verdrag. Ik bedoel, het land wordt geleid door de Canadese Jesse Klaver. Dus ik zou zeggen, GroenLinks moet daar redelijk goed mee kunnen leven. Het wordt helemaal erkend, hè? Leuk is dat. Maar
Maar dat vind ik wel belangrijk. Dat we, daar niet, dat we dat niet zomaar afschrijven. Dat we daar niet zomaar zeggen van ja, dan doen we daar een referendum. Wil GroenLinks dat trouwens nog? Een referendum over CETA? Voordat ik even reactie hier en dan kom ik bij. Ga ik je zo wel beantwoorden. Even korte reactie vanuit de linkerhoek daar. Er zijn heel veel punten waar ik op wil reageren. Twee. Referendum. Oké. Referendum. Wij zijn. Ik denk dat we hier wel een referendum over willen, maar wij willen het veel breder. Wij zijn aan dit op het moment aan het kijken naar eigenlijk een heel beleidsscala van niet alleen referenda, maar veel meer participatieve democratie, omdat we echt denken dat burgers op veel verschillende wijzen betrokken moeten worden, ook bij het beleid wat wij maken. Dus dat in dat antwoord. Maar wat? Er is een paar, het gaat niet alleen over die CETA en TTIP, er zijn namelijk heel veel eigenlijk verdragen. En dan gaat het over die arbitrage. Ik was het eigenlijk heel erg eens met de heer Voordewind. Die arbitrages die hebben echt wel tot het probleem dat de internationale bedrijven die kunnen kiezen of zij zo'n arbitrage hebben. Terwijl bijvoorbeeld nationale bedrijven die zitten per se ook vast aan de nationale rechtelijke procedures. Waarom kan zo'n multinational dat dan niet? En wat het probleem is, is dat bijvoorbeeld op een gegeven moment heb je hogere milieustandaarden of hogere andere normen stel je. En dan kan zo'n bedrijf zeggen, zoals volgens mij Achmea heeft gedaan in ergens, ik meen in Hongarije, van hé, onze investering gaat er dan aan, dan eisen we dus 30 miljoen schadevergoeding. Dat is dan de consequentie van het stellen van hogere sociale of milieunormen, dat een multinational een claim gaat doen en dat leidt ertoe dat nationaal mensen angstig zijn om juist die hogere normen te stellen. Nou, dat lijkt me verkeerd. Heel erg goed om samen te werken, handel te drijven, maar niet ten koste van sociale en milieunormen. Nee. Ik moet deze ronde afsluiten. Ik heb het CDA nog niet gehoord. Nee. Mag ik een... Ik zou wel het willen zeggen. Ja, nou, mag ik u nog een ik ga even terug naar de stelling. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Er zijn al heel veel goede dingen over gezegd. Wij hebben heel veel hoge standaarden in Nederland. Die moeten we zoveel mogelijk proberen te borgen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, de arbeidsmarkt, alhoewel ik het recente voorstel van de heer Ascher om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn niet als norm zou willen hanteren voor een vrijhandelsverdrag. Maar goed, er zijn een aantal zaken die wij heel goed kunnen. Ja, en het is te gek voor woorden dat je gewoon kunt zeggen dat je tegen een vrijhandelsverdrag bent zonder in de plaats te zeggen wat daar de consequenties van zijn. Daar word ik wel een beetje moe van. Dat de SP, de PVV en Trump op één lijn staan, dat is mij veel te kort in de bocht. Dan geef ik u nog even een reactie op. Nou kijk, ik heb echt wel gekeken wat er allemaal aan studies beschikbaar is over de effecten van die grote handelsverdragen. En het is echt niet zo dat dat alleen maar voorspoed brengt. Er zijn ook studies die zeggen dat het 600.000 banen kan kosten hier. Waarom zou ik die minder serieus nemen? Bovendien, we zijn een land met al een groot handelsoverschot. Duitsland ook, dat mag eigenlijk niet eens van Europa. Nou, Amerika heeft het allergrootste handelstekort wat er maar is. Dus nou, reken maar uit hoe voorspoedig dat voor ons zal verlopen. Dat is toch gewoon een reële manier van kijken naar cijfers en daar deze conclusie aan verbinden, dat je dit niet moet doen. Helder, wil daar nog iemand op reageren? Nou, wat ik er lastig aan vind, en dat, dan neem ik jullie, hoewel ik de nuances tussen jullie ook alweer ken. Wat ik jammer vind, als je de verkiezingsprogramma's kijkt, staat er gewoon in allebei nee. Precies. En het gekke is dat ik bij GroenLinks hoor dat als de normen gehandhaafd worden en als dus die andere organisaties wel toegang zouden hebben tot zo'n tribunaal, dan moet je toch altijd de mogelijkheid openhouden dat je wel op ja komt. Nou, laat en ik dat zeggen, vind ik zo jammer. Dus je stuurt Ploemer nu op weg met een opdracht, een serieuze opdracht, waarvan ze ook gezegd heeft, ben ik bereid? Hè? Wij zijn de stok achter de deur, want wij zullen geen ja zeggen als zij niet slaagt in haar huiswerk. Waarom schrijft GroenLinks dan toch in hun programma CETA sowieso niet doen? Ja. Nou, dat is. Kijk, ik vind ook dat mensen mogen weten wat wij gaan doen in het parlement. Het gaat over op de situatie nu. Wij zien het huidige CETA niet zitten. Daar wil ik eens een keer klip en klaar over zijn. Maar als het gaat over ben je überhaupt tegen vrijhandel? Natuurlijk is GroenLinks er helemaal niet. Ik bedoel, wij zijn volgens mij van de mensen hier een van de meest pro-Europese partijen. Maar wel kritisch dat de huidige markt eigenlijk veel te veel inderdaad alleen over geld en over markt gaat. En te weinig ook over burgers en over milieu. Maar als dat in balans is, dan is GroenLinks gewoon absoluut een internationale partij. Alleen is dat op dit moment niet in balans. En dan mogen mensen, als die willen weten van wat gaat GroenLinks doen, dan geven wij daar een helder antwoord op. En als het verdrag herzien wordt, dan zullen we dat nog eens een keer gaan bekijken. Maar de situatie is wat het is dat de huidige CETA niet in balans is. Nee. Helder. Voor sommigen is het helemaal niet helder. Die zitten te knikken. Het antwoord van GroenLinks hierop is helder.
Ik wil deze ronde afsluiten. Misschien komt hij ook nog terug in de laatste ronde over wat überhaupt de Europese waarden zijn. Als we het dan dus ook over vrijhandel hebben. De laatste ronde. De Europese Unie beperkt ons in onze ambitie. Daarvoor hebben we 3 sprekers, dus ook 3 jongere partijvertegenwoordigers van de Jonge Socialisten, de Jonge Democraten en Perspectief. Dus als die alle 3, ja. Wat zei ik? Oh, van de ChristenUnie. Ja, ik zeg bij niemand wat het is. Hoe heet het? Ja. Yes. Stel je even voor. Ja, mijn naam is Martijn Ottrik van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid. En de Jonge Socialisten en de Partij van de Arbeid hebben natuurlijk internationale ambities. Ambities die buiten onze grenzen gaan. Daarom zijn we ook zo trots op Lilianne Ploemen die vorige week haar middelvinger opstak naar Trump. En zei, we leggen gewoon 10 miljoen neer voor vrouwenrechten in Afrika en in Azië. Alleen, de vraag is wel, welke problemen wil je dan Europees oplossen? En er zijn echt dingen die we Europees moeten oppakken. Denk aan het klimaatbeleid, denk aan het vluchtelingenbeleid. Maar juist daar lukt het niet. Slecht lage klimaatregels, slechte op een verdeling van vluchtelingen. Daar lukt het ons niet. En waar het ons wel lukt om Europees samen te werken, denk aan de arbeidsmarkt waar we allemaal vrij handel hebben, vrij verkeer van mensen. Juist daar is het voor heel veel mensen slecht. Dus volgens mij moeten we juist gaan nadenken, waar willen we de EU voor, wat zijn onze ambities? En die zouden denk ik heel anders moeten zijn. En juist dus op thema's als klimaat, op zekerheid bieden voor mensen, daar zou de EU wel voor moeten zijn. En daarin zijn we ook zeker voor de Europese Unie. Dankjewel. Ik ben Gijsbert Steenbeek van Perspectief ChristenUnie Jongeren. Nederland is eerder een dun bevolkte stad dan een dicht bevolkt land, heeft stedenbouwkundige Dirk Vrijling wel eens gezegd. We zijn op wereldschaal niet zo groot en onze ambities zijn misschien niet zo heel belangrijk wereldwijd. In het verleden hebben wij dat gecompenseerd door dwangmatig te gaan handelen met buitenland en soms onder handelspartners te verhandelen. Dat kan niet, dat weten we allemaal. Wat zou dan mooi zijn als een paar landen vrijwillig samen willen werken? Dat is de Europese Unie. Met momenteel nog 27 andere landen hebben we een samenwerking waarin we streven naar betere handel, een beter milieu, betere veiligheid. Maar die EU is soms ook een blok aan ons been, een bijna Kafka-esk blok aan ons been. Het is groot, het is log, het is lomp. Daar zijn we op tegen. De EU kan goed zijn voor Nederlandse belangen als het efficiënter en democratischer wordt. Dankjewel. Mijn naam is Dominique Arndt en ik spreek namens de Jonge Democraten. Hoe vaak ben jij in het afgelopen half jaar bang geweest voor vervolging? Omdat je kritiek had op ons kabinet. De angst voor vervolging, het idee van onderduiken, bezetting, zijn gewoon verhalen van onze opa en oma. Een lesje geschiedenis. Maar niets is vanzelfsprekend. Met de EU ben je vrij, veilig in Nederland, buurlanden. Met de EU hoeven wij geen mondkapje als wij op de fiets naar de balie gaan, zoals in China, waar de smog alle lucht uit je longen perst. Nederland alleen krijgt een stoeltje in de hoek en mag toekijken hoe de VS, China, Rusland onze eigen toekomst bepaalt. Maar met de EU kunnen wij nummer 1 zijn op het gebied van klimaat, technologie, maar vooral mensenrechten voor iedereen. Ja, deze ronde gaan we doen met Michiel Servaas, Sjoerd Sjoerdsma en Joël Voordewind. En ik wil de andere politie even vragen om gewoon lekker te gaan zitten op de krukken achter u. Ja, even pauze. Ja, stoelendans. Ja. Oké, okay, heren. Met wie ik begin gewoon, ik ga met de klok mee zo. Met Joël Voordewind. De stelling nog even is, de Europese Unie beperkt ons in onze ambities. De Europese Unie heeft ons veel gebracht, handel, welvaart. En we hebben het heel hard nodig als we kijken naar de bedreigingen die nu ook op Europa afkomen. We moeten
vooral de dingen doen waar Europa goed in is en waar we elkaar ook hard nodig hebben. Als we denken inderdaad aan die veiligheid, maar ook als we denken aan de migratiestromen die Europa op dit moment bereiken. Ik stond zelf aan de grens van Griekenland en Macedonië en ik heb daar in oktober vorig jaar die massa stroom vluchtelingen, migranten, we wisten niet precies waar ze vandaan kwamen, Europa zien binnenkomen. En dan zagen we dat het op die manier niet kon. Dus we hebben elkaar hard nodig met migratie, met handel, met veiligheid. Maar er dreigt een groter Europa, er dreigt een federaal Europa. En dan zien we dat er plannen zijn in Europa, de komende weken zelfs, om de taken van Europa verder uit te breiden. Gezamenlijk het pensioenstelsel opbouwen, Europese belastingen, Europees defensieapparaat gaan opbouwen. En daar zien we dat Europa zichzelf overschreeuwt, beter terug kan keren naar de kerntaken. Dus de ChristenUnie zegt, samenwerken ja, maar een federaal Europa, een superstaat, nee. Helder. George Shortsma. Laat ik dan maar beginnen met een bekentenis, dan heb ik dat alvast gedaan. Ich bin ein Europhil. En dat zullen de meesten van jullie ook wel van mijn partij weten. Maar dat maakt mij niet blind voor de huidige situatie. Absoluut niet. Ik zie met Joël en met andere partijen dat er veel in de Europese Unie niet goed gaat. Maar ik moet ook zeggen, er is maar één antwoord op dit moment voor veel vraagstukken waar we mee kampen. En dat kunnen we leuk vinden of niet leuk vinden, maar het antwoord is in heel veel gevallen de Europese Unie. Als het gaat om het goed opvangen van vluchtelingen, dan kunnen we niet zonder de Europese Unie. Als we de groenste economie van de planeet willen worden, dan kan dat niet zonder de Europese Unie. Als we ons willen beschermen tegen dreigingen vanuit Rusland, vanuit terreurorganisaties, dan hebben we slechts één optie. Dan moeten we voor onszelf zorgen. En dan maak ik me zorgen als politici zeggen, het is een dreiging dat wij meer bevoegdheden overdragen aan Brussel. En ik snap dat dat een impopulaire stelling is, maar laten we erover nadenken. Op dit moment is de Europese Unie niet bevoegd om om te gaan met de asielcrisis. Op dit moment is de Europese Unie niet bevoegd om ons veiligheid te geven. Op dit moment kan de Europese Unie heel veel dingen niet, waarvan bijna al deze partijen zeggen in de Tweede Kamer, dat moet de Europese Unie gaan doen. Maar hier in deze zaaltjes zeggen ze tegen u, ja, ik ben daar bang voor. Dat is een dreiging vanuit Brussel. Ik zeg dan, in deze moeilijke tijd. Ja, er moet heel veel beter in de Europese Unie. Ja, het moet veel democratischer. Maar ik sta wel voor één ding. En dat is dat deze problemen alleen maar Europees kunnen worden opgelost. Daar ben ik gewoon eerlijk over. Dat moeten wij zijn. Alleen op die manier kunnen wij overeind blijven in deze moeilijke tijd. Dankjewel. Michiel Servaas. Ja, ik zou natuurlijk meteen bij de JS'er moeten aansluiten, maar ik wil toch even bij de JD'er in dit geval aansluiten. Want zij riep het beeld op van dat wij niet meer weten hoe het is om onveilig te zijn. Dat is inderdaad heel erg moeilijk, maar toch is de beste manier om je te realiseren waarom je zoiets als de Europese Unie nodig hebt, naar zo'n plek gaan waar het er niet is en waar het zo gemist wordt. En zelf heb ik als diplomaat in het voormalig Joegoslavië gewerkt. En daar was die herinnering aan de oorlog en alles wat er misging heel vers. En de wens om opgenomen te worden op een dag in die Europese structuren die die veiligheid wel biedt, is daar heel groot en intens. En eigenlijk op zo'n plek merk je dus pas waar die Europese Unie inderdaad echt belangrijk voor is. Het is wat mij betreft evident dat in deze tijd waar we te maken hebben met dreigingen van buiten, maar ook met dreigingen van binnen, we veel beter moeten samenwerken. En ik zeg bewust beter, want ja, het is meer op het gebied van vluchtelingen, op het gebied van energie en klimaat, op het gebied van onze veiligheid, op het gebied van onze mensenrechten, ook binnen de Europese Unie trouwens. Maar het moet ook wel anders op een aantal punten. En ik denk dat met al deze mensen die hier in de zaal zitten, dat het gros van jullie de voordelen van de Europese Unie inziet. Omdat je er kan studeren, omdat je ergens anders kan werken, omdat je makkelijk kan reizen, omdat je steeds diezelfde munt kan gebruiken in het grootste deel van de Europese Unie. Maar je moet je wel realiseren, als je dat in stand wil houden, dat je je ook moet kunnen verplaatsen in de mensen die de Europese Unie als een bedreiging voelt. En het meest klassieke voorbeeld daarvan is natuurlijk een vrachtwagenchauffeur die de afgelopen jaren zijn baan gewoon verloren heeft zien gaan. Die heeft gezien dat cao's, zoals we die in Nederland hebben, niet langer heilig zijn omdat je eronder kan werken. En dat zou ik zo graag van een partij als D66 bijvoorbeeld willen.
dat zij inderdaad gaan staan voor die Europese samenwerking. Daar staan wij samen voor. Maar dat zij ook wel bereid zijn om naar die schaduwkanten te kijken en zich te verplaatsen in de mensen die het als een bedreiging zien. Nou, dan heb je meteen een voorzet voor mij gedaan. Sjoerd Sjoerdsma, verplaats eens in die mensen. Ja, ik vind dit een grappige. En ik probeer een beetje uit het Haagse debat te blijven. Want veel in mij roept me om nu te zeggen, ja, ik ben het met u eens. En dat ben ik ook. Hè. Ik vind in de Europese Unie gelijk loon voor gelijk werk superbelangrijk. En inderdaad, in Nederland hebben mensen daar last van. Het zijn overigens niet alleen de chauffeurs, het zijn ook stucadoors, het zijn metselaars. Zeker. Het zijn grote groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Laten we gewoon zeggen, het zijn vakmensen eigenlijk die daar last van hebben. Het zijn vakmensen die eruit worden geconcurreerd omdat zij wel voor de sociale zekerheid in Nederland betalen en die mensen die hier anders komen niet. Maar ik vind, ook hier moet je dan weer eerlijk zijn. Moet je gewoon eerlijk zijn. De PvdA zegt, ja, daar moeten we iets aan doen. Maar het feit is wel dat de heer Asscher, PvdA-minister Sociale Zaken, de afgelopen 4 jaar heeft gehad om hiermee de boer op te gaan. En dat heeft hij helaas niet gedaan. Het enige wat hij heeft gedaan is gezegd, het is code oranje, want er komen veel Polen aan. En dat doet 2 dingen. En daar neem ik dan afstand van. Dat vind ik niet het goede verhaal. Dat zorgt ervoor dat mensen in Nederland denken, ja, Polen, tsunami, gevaar, buitenlanders. Ik vind dat het verkeerde gevoel wat je erbij oproept. En hij heeft niet gedaan wat hij zou moeten doen. Dat is namelijk een Europees verband ervoor zorgen dat je inderdaad gelijk loon voor gelijk werk krijgt. Dus daar zijn we het over eens. Verwijt u mij niet dat ik dat niet zie, maar doe er dan wat aan. Joe Voordent, wat heeft de ChristenUnie hier aan gedaan vanuit de oppositie? Nou, gelijk loon, gelijk werk, daar zijn we het over het algemeen over eens als het gaat om D66. Maar wat je D66 juist ziet doen met dit onderwerp, en hij verwijt mij een beetje dat we aan de kant staan, maar we trekken gezamenlijk op als het gaat om het asielbeleid, het afstemmen van het asielbeleid in de lidstaten. Het is een enorme uitdaging voor de Europese Unie. We trekken tegelijk op als het gaat om terreurbestrijding in Europa, ook een belangrijke prioriteit. Maar waar wij die hapering hebben, is dat Europa zich een beetje met alles moet gaan bemoeien als het aan D66 ligt. En we hebben de voorstellen via de liberalen in het Europees Parlement ook gezien. Er moeten Europese pensioenfondsen komen, het onderwijs, de zorg, de belastingen, Europees leger. Alles moet maar naar dat grote moloch Europa toegetrokken worden. En ondertussen kunnen we nog ineens besluiten of we nou in Straatsburg of in Brussel moeten gaan vergaderen. Dit kost ons per jaar 200 miljoen. Dat kan de D66-fractie nog ineens oplossen. En dat moet intussen maar al groter en groter worden. Slaat D66 daarin door? Vindt de Partij van de Arbeid dat ook? Dat er te veel macht naar Brussel gaat? Nee, ik vind eerlijk gezegd dat we hadden vorige week op de radio een debat naar aanleiding van een oproep die Donald Tusk had gedaan. Hij is de voorzitter van de Europese Raad. En hij, vond ik, had terecht de noodklok geluid van enorme uitdagingen. We moeten ons realiseren dat die transatlantische samenwerking misschien minder vanzelfsprekend zal zijn. En dus moeten we op een aantal hele belangrijke punten gaan samenwerken. En dan vind ik het, dat vind ik dan weer jammer bij de ChristenUnie, dat omdat er ergens het woord integratie in een tekst van 2 A4'tjes staat, wordt meteen Donald Tusk bij wijze van spreken op het matje geroepen. Doe niet zo federaal, jij Donald Tusk. Dus de angst daar om zeg maar voor Europeaan versleten te worden is al heel erg groot. Bij Sjoerd vind ik dan juist weer dat als je dus een keertje kritisch bent, dat je dan, je doet het net, meteen in een soort hoekje wordt gezet alsof je de Polenhaat aan het opwekken bent. Ik bedoel, de PvdA heeft enorm te koop gelopen in de vorige kabinetsperiode toen de PVV een Polenmeldpunt opzette en de minister-president daar afstand van weigerde te nemen. Als je gewoon een inhoudelijke discussie wil voeren over misschien moet je op bepaalde punten die vrije marktwerking, met name als het werknemers betreft, ook een beetje beteugelen, moet je niet meteen in de kramp schieten dat je dat in een soort xenofoob hoekje gaat zetten. Dat slaat de discussie dood. Ik vond het zo interessant dat u zei van nou, wat wel goed werkt, is bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk. Ik las de NRC deze zaterdag. Ik weet niet of ze u heeft gelezen over de situatie in de vluchtelingenkampen in Moira. En ik dacht niet dat je een mooi staaltje Europa, of sta ik daar alleen in? Nee, absoluut niet. Dat is nou juist een voorbeeld, hè, waar wij elkaar wel vinden. We doen allebei asielbeleid.
En daar zie je natuurlijk zeer schrijnende situaties. Maar dat wil niet zeggen dat we op alle fronten dan vervolgens, hè, want dat is een beetje het verhaal van Tusk, waar Michiel Servaas het over heeft. Die heeft een brief gestuurd naar Donald Trump. Van jongens, dit zijn de bedreigingen die op ons afkomen. Rusland, China, de radicale islam, en ook Amerika. Nou, dat heeft hij opgezond als een soort bedreiging. Ik denk, dat moet je niet doen als Europese Unie. Dat kan je niet veroorloven. Maar waar we elkaar wel vinden, is kijk waar de uitdagingen van vandaag liggen. En die liggen niet om gezamenlijk die Europese pensioenstelsels op dit moment te gaan regelen. Of meer macht naar Europa te sturen. Of zelfs dat Europese leger. Ik hoop dat we ook met de Partij van de Arbeid, want de heer Servaas probeert een beetje de kool in de geit te sparen. Want aan de ene kant zien we Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurogroep. Die zegt van ja, we moeten eigenlijk een betere grip krijgen op Europa. Meer macht. En aan de andere kant heel verstandige woorden van zijn minister van Buitenlandse Zaken. Die zeggen, om draagvlak te houden voor Europa, moeten we terug naar die kerntaken die we nu moeten gaan ondernemen. En ik hoop dat de heer Servaas kiest voor het laatste. Voor de heer Goeders. Nou, daar wilt u misschien wel of niet reageren. Ja. Eerst even Sjoerd Sjoerdsma. Ja, ik wil nou toch even op zoek naar wat we dan wel kunnen doen. Want ik hoor de heer Voorwind nu toch weer zeggen wat we vooral niet moeten gaan doen. En ik ben het met hem eens. De Europese Unie in zorg, de Europese Unie in onderwijs, de Europese Unie in pensioenen. Nee, moeten we niet doen. Staat u nu plan? Maar, nee, staat ook niet in het programma. Ik weet dat het veel pagina's zijn, dat zal ik meteen toegeven. Meer dan 250 pagina's, maar het staat er niet in. Ja. Maar ik zou u wel willen vragen, en komt u daar nu ook voor uit. Wat moet de Europese Unie nu meer gaan doen? En ook, wees daar dan ook concreet in, wat moet de Europese Unie minder gaan doen? Want daar hebben we de afgelopen vier jaar over gepraat, wat de Europese Unie minder moet gaan doen. En het kabinet, VVD, PvdA, kwamen niet verder dan lijstjes. Olijfolie mocht niet meer op restaurantstafels. En schoolmelk, daar moest ook iets aan worden gereguleerd. En dan denk ik, dat zijn niet de grote kwesties van deze tijd. Daar moet het niet over gaan. Dus, meneer Voorwind, wat gaan we samen doen? En wat moet er dan minder? Want als u iets vindt wat minder moet, ben ik uw man. Ik vraag wel even de andere politievragen ook weer achter hun tafeltje aan. Want ik vind het eigenlijk wel een mooie vraag voor iedereen. Ja. Een beetje in de trant van wat Sjoerd Sjoerdsma zei. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Wat knelt met wat wij als Nederland willen en wat niet? Wil ik eerst gewoon even de die we nog niet hebben gehoord, Hand en Broeke vragen. Nou, ik neem de handschoen van D66 graag op, want we kunnen hier praten over meer of minder Unie. Daar hebben we de bekende ideeën over. Maar niemand rondom dit halfrond wil niet een betere Unie. Precies. En een betere Unie is in ons aller belang. En daarvoor moet hij in mijn ogen een aantal dingen ook beter gaan doen. Nou, we hebben de binnengrenzen afgeschaft. Dat is heel goed geweest voor onze handel. Dat is goed geweest voor reizen. Heeft ook een paar nadelen. Bijvoorbeeld dat we nu geen buitengrenzen hebben. En heel lang mocht je daar niet over praten. Dat was namelijk Fort Europa. Dat mocht niet gezegd worden. Stond in het verboden woordenboekje. Gelukkig is het nu zover dat we het wel kunnen hebben over het buitengrensbeleid van de Europese Unie. Dat is overduidelijk niet goed. Wat moet daar volgens de VVD beter aan? Wat moet De deal die we met Turkije hebben. Je kan nu wel vandaag praten over de schandalige situatie in Griekenland. Zeker. En terecht. Maar dat is dus een Europees land dat faalt, terwijl ze bakken met geld hebben gekregen, de beste mensen die beschikbaar zijn, het stikte van de vrijwilligers en toch krijgen ze het niet voor elkaar. En tegen die achtergrond is de opvang in Turkije nog niet eens zo slecht. De deal is een goede, hij was humanitair goed, want de beelden van Aylan zijn ons gelukkig dit jaar bespaard gebleven. Het heeft voor veel minder vluchtelingenstromen gezorgd. Het is opvang in de regio wat we hier bijna allemaal met z'n allen willen. Daar moeten we er dus meer van hebben. Het moet op een verstandige manier, maar je moet meer van dit soort deals sluiten. Dan doe je ook wat aan Europese buitenlandpolitiek. Een partij die daar altijd voor is, D66, die graag meer Europese buitenlandpolitiek wil, zal dan ook moeten accepteren dat als je deals doet in je eigen omgeving, dan moet je ook bereid zijn om vuile handen te maken. Het gaat niet alleen maar op een schone manier. Mag ik in je reactie ook even vragen of jij de Turkije-deal goed gelukt vindt? Nou, ik vind het heel moedig dat hij nog steeds met de omstandigheden die wij dagelijks zien uit Griekenland, dat de heer Ten Broeke namens de VVD hier nog steeds de Turkije-deal durft te vertegenwoordigen en te verdedigen. Want wat we juist zien is het plan wat de VVD ongeveer anderhalf jaar geleden, het plan Osmani, heeft voorgesteld. Namelijk, laten we nou maar eens de grenzen sluiten, inderdaad, van Fort Europa. We trekken de muren op en we zeggen even, nu even niet, tegen die Syrische vluchtelingen die moesten vluchten uit Aleppo. En met het gevolg dat wij dus vervolgens met een
aankomend dictator, of misschien wel inmiddels dictator Erdogan, zaken moesten gaan doen. We hebben hem 6 miljard beloofd. We hebben gezegd, als jij nou die bootjes een beetje tegenhoudt, dan krijg je 6 miljard voor ons. Ik ben daar geweest in Turkije, afgelopen zomer nog. Ik heb bekeken wat er met die 6 miljard dan zou moeten gaan gebeuren. Nou, u moet weten, 90% van die mensen zwerft gewoon door Turkije heen. Ik heb kinderen gezien in de kinderarbeid. Ja, u kunt het niet geloven, maar ik heb het gezien. He? Dus die mensen, die kinderen, ze hebben geen geld om rond te komen. Ze kunnen het onderhoud niet betalen, ze kunnen het onderdak niet betalen. En ondertussen krijgen ze bakken geld van Europa. En dat is het succes van de Turkije-deal. Want nu zitten er 66.000 vluchtelingen vast in Griekenland. En wat kan volgens ChristenUnie dan Europa doen om deze situatie te voorkomen? Wat is dan uw idee? Je moet ten eerste deze mensen uit die vreselijke ellendige situatie halen. Dat heet humane opvang. En ten tweede moet je ervoor zorgen dat je in landen, en misschien wel met Tunesië, met Algerije, met Marokko, een legale vorm van migratie naar Europa ziet te organiseren. En niet iedereen, want dat kunnen we niet als Europa. En we moeten het natuurlijk verdelen over Europa. We moeten daar de meest kwetsbaren uit gaan halen en zorgen dat ze wel veilig zijn in Europa. En dat betekent een waardige gemeenschap zijn als Europa en niet alleen maar Fort Europa. Ik ben wel benieuwd. De SP is nooit zo eurofiel ingericht. Hoe staat de SP tegenover de taak van Europa ten aanzien van bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk? Nou, wij zijn pro-Europa, laat ik dat vooropstellen. Wij zijn wel voor een ander soort Europese Unie dan hoe die nu functioneert. Daar hebben wij ook concrete ideeën over. Ik denk dat je de hele Europese Unie moet optillen en dan pakken enorm schudden en dan weer neerleggen. En dan moet je met alle 28 landen, en misschien dat Zwitserland en Noorwegen en anderen ook wel interesse hebben, je afvragen van wat zijn nou echt de belangrijke dingen die je samen moet doen. Wat kan het beste op dat schaalniveau? Is het voor u een waardeunie of een handelsunie vooral, de Europese Unie? Nou, de vrede en veiligheid, zaken rondom milieu, ook vluchtelingen en asiel. Maar daar zie je dus al hoe moeilijk dat is. Want die eerste grote stroom vluchtelingen, Hongarije, Slowakije, Polen, kiezen hun eigen route. En dat geeft dus juist aan dat niveau van de Europese Unie daar dan niet op toegerust is. En we moeten dus toe naar een commissie die ook naar een Europese Unie die echt van de mensen is. En je zult zien, je hebt nu die Brexit gehad, je krijgt meer landen waar verkiezingen gaan komen en meerderheden ontstaan die hetzelfde pad op willen. En dat moeten we voor zijn door de Europese Unie enorm om te vormen. Je moet echt af van die Europese Commissie die ook initiatiefwetgeving kan starten. En dat moet je gewoon landelijk houden. De mensen die hier zitten moeten eigenlijk gewoon 1 week per maand in Brussel zitten om de Europese dingen te doen. Zou dat een goed idee zijn, Katja? Jij komt uit Brussel. Worden deze mensen gemist? Is Den Haag te weinig in Brussel aanwezig? Ja, in plaats van het Europees Parlement. Oh, in plaats van het Europees Parlement. Ik geloof absoluut dat de nationale parlementen veel meer betrokken moeten worden bij het beleid van de Europese Unie. Absoluut. Maar ik geloof ook dat bijvoorbeeld de minister-president, zoals Mark Rutte, op het moment dat hij in de Europese Raad zit, zit hij er niet meer alleen maar namens Nederland, maar is hij ook onderdeel van de Europese Raad. En daar heb ik ook wel eens behoefte aan, dat als hij terugkomt uit Nederland, hij niet alleen praat over wat er voor Nederland binnen is gehaald, maar ook wat nu de situatie is en het belang van de Europese Unie van bepaalde besluiten. Want je kan, als iedereen alleen maar blijft praten vanuit het nationaal belang, dan kan je wel zeggen van God, wat vervelend dat die Europese Unie nog zo gefragmenteerd is. Maar de leiders die daar bij die Europese Raad zitten, die moeten ook die verantwoordelijkheid pakken en ook namens de Europese Unie praten. Wat was een moment dit jaar dat CDA dacht van wat fijn dat we de Europese Unie hebben. Ik kan dit zo verkopen, hè, naar mijn achterban, dat we blij moeten zijn met de Unie. Nou, als ik hier zo beluister naar de collega's en ook vooral de pitch van de Jonge Democraten, dan denk ik van ja, dit moet vaker verteld worden. Want heel veel mensen hebben geen idee hoeveel de Europese Unie ons gebracht heeft. En mag je dan wel kritiek hebben op de Europese Unie? Ja, dan mag je kritiek hebben. Maar dan niet zo van, we gaan eens alles opschudden alsof dat zou kunnen. En we kijken wat eruit valt en dan, nou, we zien wel wat het resultaat is. Nee, dat moet je buitengewoon zorgvuldig doen. En dan moet je juist op die buitengrenzen, hè, want toen de eerste vluchtelingenstroom binnenkwamen bij Lampedusa en zo, wat deden wij? Nou, ze zijn hier nog niet, het is nog geen Nederlands probleem. En dat ben ik heel met je eens. Het is een Europees probleem. Je moet dat Europees aanpakken. Hebben we gewoon verwaarloosd. Schengen. Als je kritiek hebt op Schengen, we hebben nu een voorstel gedaan om toch met de grenzen beter te controleren, ook om mensen allemaal zich bewegen. Nou, daar gaat natuurlijk privacy meteen een rol spelen. En de mensen in de EVP-fractie die pro-Schengen zijn, die zeggen tegen ons, wat zijn jullie doen? Zijn jullie tegen Europa? Nee, we zijn niet tegen Europa, maar we zijn voor een goed functionerend Europa. En als je maar neemt u het zichzelf dan ook kwalijk dat ze eigenlijk redelijk laat zijn met dat Europese verhaal naar de kiezer te verkopen? Nou, kijk, het punt is dat die verbreding van Europa, die is denk ik, dat is een soort duivels dilemma. Als je dat niet gedaan had, die toelaten van een aantal lidstaten,
Dan was er ook instabiliteit geweest. En nu hebben we het gedaan en hebben een aantal zwakke broeders binnengehaald. En die waardeexport die we willen, die handel, waardeexport in de overdrachtelijke zin, die is ontzettend belangrijk en die heeft ook voor stabiliteit gezorgd. Is alles daar aan de oostelijke flank in orde? Nee, daar liggen hele grote uitdagingen. Maar juist het punt dat wij die waarde heel belangrijk vinden, geeft ons een ticket om die landen daarop aan te spreken. En ik ben heel erg, het is natuurlijk ook een beetje het Nederlands parlement. Rutte komt terug en die moet dan uitleggen wat hij voor Nederland heeft binnengehaald. Dat doen wij allemaal aan mee. Maar het is heel goed dat Rutte ook zou zeggen van wat hebben we voor Europa betekend. En ja, ik denk dat dit wel een wake-up call is, de situatie waarin we nu zitten. En ik hoop dat we erin slagen om op een aantal punten juist Europa te verdiepen. En op die olijfolie en al die andere onzin, daar moet Europa zich vooral niet mee bezighouden. Helder. Wat ik ga doen, want volgens mij, ik wil even weten hoeveel mensen hebben een prangende vraag met een vraagteken. Ja, je hebt een woord geweest natuurlijk. Hè? 1, 2, 3, 4. Ja, dan vind ik het toch wel leuk om even wat vragen uit de zaal te doen. Deze meneer die was natuurlijk al aan het begin. Ik heb al twee glazen, geen water. Ja. Naam Trump is al diverse keer gevallen. Mijn naam is Peter Buijs van de Internationale Artsorganisatie voor Preventie van een Kernoorlog. Nobelprijs voor de Vrede in 1985 daarvoor gekregen. Zijn in het parlement geweest bij velen van u om een medisch appel, een dringende boodschap vanuit 100 kopstukken van de gezondheidszorg, om dit vraagstuk opnieuw te agenderen. Het was een van de eerste woorden. Nu moet de vraag komen natuurlijk. Dat heeft ertoe geleid dat er op dit dossier weer beweging gekomen is. Een PvdA-VVD-kabinet heeft ondanks druk van de NAVO besloten te gaan onderhandelen in de Verenigde Naties dit jaar over een verbod op kernwapens. En hoe mooi zou het zijn als dit eigenlijk boven de partijpolitiek uitgetilde vraagstuk door VVD en PvdA, als dat ook in een komend kabinet die koers doorgezet wordt en Nederland hierbij een voortrekkersrol kan nemen op een vraagstuk die ons alle aangaat en ver boven de partijen uitreikt. Ja, helder. Einde van de kernwapens van de NAVO. Hè? Wie wil erop reageren? Van wereldwijd. Wereldwijd. Misschien de twee regerende partijen, want daar refereerde u aan. Servaas en Ten Broeke? CDA ook graag. Okay. Nou, kort, Servaas, Ten Broeke nu. Ja, ja, maar even de geschiedschrijving aan het reconstrueren. En ik denk dat wat ons bindt hier is dat we allemaal een global zero willen. Alleen de weg daar naartoe, daar verschillen van mening. Ik ben zelf, binnen onze partij heb ik wat stappen proberen te zetten. Dat leidt dan niet automatisch tot applaus, maar ook al is dat boegeroep. En dat ging erom omdat ik me ernstig zorgen maak over de proliferatie van kernwapens. Waar je in het verleden nog twee supermachten had en misschien nog een paar eromheen, zie je dat nu steeds meer landen en ook mogelijk non-state actors ter beschikking hebben over kernwapens. Dus met alle catastrofale gevolgen van dien. En we hebben dus de dure plicht om daar iets aan te doen. En tegelijkertijd, eenzijdig ontwapenen is ook levensgevaarlijk. Ook voor het continent waarop we ons beginnen. Nee, maar ik wel. Dat wordt namelijk ook wel eens voorgesteld, dat wij dat gewoon eenzijdig moeten doen. Sterker nog, dat zegt GroenLinks in haar programma ook bijvoorbeeld. En dat is heel gevaarlijk, want dat betekent dat de machtsbalans die we al die jaren gehad hebben, mede, dat klinkt heel cru, dankzij de kernwapens, dat die verstoord zou raken. Ik hoop oprecht, ik weet niet hoe dat bij Trump is, we hebben heel veel vragen over Trump, wat hij gaat doen. Of hier een beweging in zit. Bij Obama in 2008 was echt die window of opportunity dat bedacht, er gaat wat gebeuren. Maar het is heel simpel. Wij zijn wel van de partijen die zeggen dat zolang er kernwapens in de wereld zijn, dat wij ze ook moeten hebben. Ten Broeke en dan Servaas? Ja, ik ben blij met die laatste opmerking van Knops en van het CDA. Omdat het een tijdje leek alsof het CDA daar toch wat wijfelachtig in kwam te zitten. En dat is gelukkig nu voorbij. En dat heeft inderdaad alles te maken met de dreiging aan de oostgrenzen. Zowel Knops als ik mochten afgelopen vrijdag in een situatie zitten waarbij we eens hebben gebrainstormd, zal ik maar zeggen, over hoe snel je in een situatie kunt komen dat je een kernwapen moet inzetten. En dat hebben we gedaan met militaire specialisten. En dat hebben we gedaan op basis van zaken die ook door militairen worden geoefend. En de angst slaat je om het hart. Hoe snel was dat? Als je weet wanneer dat moet gebeuren. En de enige manier om dat te voorkomen is in eerste instantie dat je investeert in conventionele wapens. Dus dat hebben we in het eerste debat al over gehad. Maar kernwapens zijn helaas niet eenzijdig weg te halen. En ook elke indicatie die je geeft dat je eenzijdig zou willen opereren, leidt juist ertoe dat je minder bereikt aan non-proliferatie. Non-proliferatie is niet alleen een probleem van al die duizenden kernkoppen die het liefst vandaag de wereld uit zouden moeten, maar is ook een vraagstuk waarbij zogenaamde non-state actors, dus niet zeg maar rogue states, niet
de kernwapenstaten, maar groeperingen die vuile kernbommen in hun handen kunnen krijgen. Het is een heel groot probleem. De afgelopen jaren hebben we er in het kabinet en in de Kamer ontzettend veel over gesproken. En ik denk dat Nederland al veel initiatieven op dat vlak heeft genomen. Ik ben altijd te porren voor meer, maar wel op basis van het uitgangspunt tweezijdig. Heb jij er een, zijn jullie, zitten jullie op één lijn, Michiel? Nou, nee. Eigenlijk niet. We hebben wel van alles samen gedaan. We zijn zelfs een keer in een wonderlijke samenstelling, VVD, PvdA en SP. Toen Harry van Bommel van de SP samen naar New York gegaan om daar de non-proliferatieconferentie bij te wonen. Kijk, ik vind het belangrijk dat we in Nederland dat debat weer voeren. Want het is een beetje, het wordt door sommigen een beetje gevoeld als, oh ja, daar hadden we het toch in de jaren 80 over. Terwijl de dreiging van nucleaire wapens neemt echt wel weer toe. Als je naar de laatste militaire doctrine van Poetin kijkt, worden ze daar weer gewoon als aanvalswapen feitelijk gepresenteerd. Dus ik vind het belangrijk dat juist als Europa, die toch vaak een beetje als schakel tussen Washington en Moskou kan zorgen dat die discussie weer geopend wordt en dat er in eerste instantie discussies over non-proliferatie een nieuw leven in geblazen worden. Ik vind het ook belangrijk, en dat was het initiatief waar de vraagsteller aan refereerde, dat Nederland zich openstelt voor discussies om tot een internationale norm te komen van een kernwapenverbod. We hebben in het verleden hebben we clustermunitie bijvoorbeeld verboden. Toen die discussie begon, dacht iedereen, ja, maar dat krijg je toch nooit weg. Het zijn rotwapens, maar ze zijn er wel. Maar dat heeft wel gewerkt. Hetzelfde geldt voor chemische wapens. Daar hebben we een norm gesteld. Dus dat is de discussie waar ik anders in sta dan deze heren. Nou ja, bij Raymond weet ik het niet wat het vandaag is, maar die norm, die, of je voor die norm nog bent. Nee, dat slaat nergens. Maar je maakt nu een vergelijking tussen cluster. Ja, dat begrijp ik. Tussen clusterwapens en nucleaire wapens, dat is echt wel een verschil. Ja. Nucleaire wapens zijn strategische wapens en daarmee is het ook veel lastiger om daar een verbod op af te dwingen. Clusterwapens zijn tactische wapens en vreselijke gevolgen, overigens nucleaire wapens ook. Nucleaire wapens is makkelijker om dat af te dwingen. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik vind het belangrijk dat er zo'n norm komt en dat daar gaat dit jaar internationaal over onderhandelen. Maar chemische wapens zijn ook een strategische wapens. Die zijn de afgelopen jaren nog weer vaker ingezet. Anders komen andere mensen niet aan bod. Ja. Maar het is toch fijn dat we dat verdrag hebben, nietwaar? Ja, het heeft een schip. Ik luister al een tijdje naar debatten en dergelijke. En wat ik erg mis, is een gevoel voor urgentie voor het verlies aan biodiversiteit. In de laatste 40 jaar hebben we 50% van de werelds biodiversiteit verloren. En dit is iets, dus bijen sterven, dead zones en oceanen, noem maar op. Dit zou eigenlijk op ieder land eigenlijk internationale agenda, zo wat punt nummer 1. En als laatste, en het gaat niet alleen maar om klimaatverandering, maar voor andere landbouw, denk aan landbouwcriminaliteit, et cetera. En ik ga meningen van u daarom. Ja, bij Wiens, voor de hand ligt wel GroenLinks. Staat er iets over biodiversiteit in jullie politiek programma? Natuurlijk staat er veel ook over biodiversiteit in ons programma. Daarom zou het op zich leuk zijn om juist de anderen ook iets te laten horen. Want voor ons is dat natuurlijk inderdaad wel kern. En dat heeft heel veel raakvlakken ook met het onderwerp Europa. Want bijvoorbeeld de besluiten die genomen zijn ook over het landbouwbeleid. De manier waarop veel landbouwbeleid op dit moment wordt vormgegeven is niet altijd behulpzaam, zeg maar, is niet altijd ter ondersteuning van de biodiversiteit. Terwijl dat wel, als je uiteindelijk nadenkt over hoe je de wereld wil achterlaten voor je kinderen, is het natuurlijk van groot belang dat we daar niet, dat we niet verder interen op de biodiversiteit. Wie heeft er in zijn verkiezingsprogramma niks over biodiversiteit? Hand omhoog. Iedereen heeft biodiversiteit in zijn programma. Misschien iets omdat biodiversiteit, dan denk ik altijd, wat is dat? Nee, ik weet wat het is, maar woord is niet sexy genoeg om te laten zien hoe belangrijk het is. Bij biodiversiteit, als ik dan lang over nadenk, heb ik het beeld zalm in de Rijn komt opeens bij me op. Dat ik denk van, dat is waar het om gaat. Dat gewoon in Europa, maar ook in andere landen, die natuurlijke diersoorten overeind houden. Er zijn twee dingen heel erg belangrijk. En daar trekken we inderdaad met GroenLinks op. En volgens mij ook met de ChristenUnie, al weet ik dat niet helemaal zeker. Ja, zeker. Of dit dan gaat over Europa. Het tegengaan van het gebruik van pesticiden. Ja. Heel erg belangrijk om biodiversiteit overeind te houden. Maar ook, en dat zou ik ook willen zeggen, in deze tijd waarin ontwikkelingslanden zich economisch een weg naar boven proberen te worstelen. En dat vaak doen via vervuilende industrieën, kool, gas, dat soort zaken. Dat wij ook ervoor zorgen dat wij in onze ontwikkelingssamenwerking die landen ondersteunen om dat in die landen op peil te houden. Want als we dat niet doen,
dan plukken zij niet alleen daar de zure vruchten ervan, maar wij uiteindelijk ook hier. Ja, maar dat gaat een beetje ver, want wij hebben natuurlijk zelf als Nederland een hele grote voetafdruk. Dat lijkt een beetje alsof alleen maar in de ontwikkelingslanden ze nu bezig zijn en ze daarmee daar een hoop vervuiling en afkalving bewerkstelligen. Maar het is natuurlijk een feit dat Nederland heel veel meer grondstoffen gebruikt dan de grootte van ons landje. Dus het is niet alleen een kwestie van genereus hulp bieden aan andere landen, maar onze verantwoordelijkheid nemen dat onze voetafdruk aanzienlijk kleiner worden en daarmee de druk op onze aarde. Hier is nog een vraag. We hoorden al veel over beter Europa en er hoort aan de ene kant de vraag bij wat doet Europa? Die is al behandeld. Ja. Maar er hoort ook de vraag bij hoe beslist Europa? En worden al minder commissie of meer parlement. Dus eigenlijk aan jullie de vraag, vinden jullie dat de beslissingsstructuur van Europa moet veranderen? En zo ja, hoe? Heb je specifiek voor iemand? Nee. Wie voelt zich daar... Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat de Europese Raad, dat die functioneel is. Want daar zijn de nationale leiders komen daar bij elkaar. En dat is zeker iets wat moet blijven. Daar moet gewoon de marktplaats waar je over Europese dingen praat. Maar het Europees Parlement, dat kun je mijns inziens vervangen door een mandaat te geven aan de commissies Europese Zaken van de lidstaten. Die kunnen dan, zoals ik net zei, per maand een week bij elkaar komen. De Europese Commissie moet je helemaal afschaffen. Je kunt gewoon ministeries van Buitenlandse Zaken, dan kun je gewoon ambtenaren een paar jaar in Brussel zetten. Dat is nog leuk ook als ontwikkeling van je carrière. En daar kun je gewoon doen wat je met z'n 28 afspreekt, waarvan je het nuttig vindt dat je dat samen doet. En dan moet je niet alles proberen te uniformeren, maar dan moet je juist ook profiteren van de diversiteit. Als je kijkt naar energie, hè, er is nu een... Helder, ik moet nu even kort houden, maar ik vind het interessant, Europese commissies afschaffen. Commissie afschaffen, parlement bij buitenweg, nationaal en de raad handhaven. Ik vind het echt een ongelooflijk dédain wat hieruit spreekt voor de pogingen van 751 collega's zeg maar, in Europa om te proberen heel precies wetgeving te maken wat overwegend ook nog goed gaat. Wat mij opvalt is, u zegt de Europese Raad, maar ook de Raad van Ministers staat heel vaak buitenspel. Iedereen focust zich alleen op het Europees Parlement en daar valt best ook heel veel te verbeteren hoor. Daar wil ik eerlijk zijn. Maar de Raad van Ministers, die moet je eigenlijk zien als net als in Amerika, je hebt zeg maar de House of Representatives en de Senate. En de Senaat, de Raad van Ministers, die maakt wetgeving. Dus het is niet alsof het alleen ministers zijn die een soort diplomatiek onder ons hebben. Zij zijn medewetgevers. Zo staat het ook in het verdrag. En wat is het toch? Het is toch bizar dat we een wetgever hebben die achter gesloten deuren, er is één cameraatje tegenwoordig bij, maar die eigenlijk gewoon maar in de beslotenheid van zichzelf wetgeving maakt. De Raad van Ministers, dat is nu echt toe aan grote ontwikkeling. Die zou in volle openbaarheid moeten vergaderen. Die zouden ook heel helder moeten zijn in van tevoren wat hun standpunt is, zoals de leden van het Europees Parlement ook. En die zouden daarna in volle openbaarheid moeten stemmen, zodat iedereen daarna kijkt wat ze hebben gedaan. Als je twee takken hebt van de wetgevende macht, en zo staat het in de Europese verdragen die iedereen hier ook kent, dan weet je dat niet alleen de Europese Parlement ook misschien aan herziening toe is, maar die Raad van Ministers ook dringend moet worden opgeschud. Duidelijk. Ik ga zo naar de laatste vraag. Ondertussen vraag ik jullie vast om even na te denken. Het publiek gaat straks naar huis. Denkt van wat heb ik even ook weer allemaal zitten luisteren. Dat even elke partij heel kort, 10 seconden, half minuut zegt wat op het buitenlandbeleid uw partij echt structureel wil veranderen, wet doorvoeren, et cetera. U begrijpt denk ik wel. Ik bedoel, laatste vraag van deze meneer. Ja, gewoon de uitspraak van Trump en zijn beleid is van Amerika first. Dat lijkt me geen Europese waarde. Wij zijn van samenwerking. Verder heeft Trump aangegeven van dat hij de Europese Unie wel uit elkaar wil hebben, dat hij Brexit een goed idee vindt. Hij heeft May als eerste uitgenodigd. En verder heeft hij ook aangegeven dat hij Poetin toch best wel een geschikt iemand vindt om mee samen te werken. Wat gaat het nou betekenen voor de NAVO en voor het Europees buitenlands beleid en voor het Nederlands buitenlands beleid? Vooral benieuwd aan D66 en VVD. Dus eigenlijk toch even heel de invloed van Trump op Europa. Ja. Graag kort. Eerst Soet. Ja, ik zou het eigenlijk andersom willen zeggen. Ja, hier zie je dus de invloed van Poetin ook. De invloed van... Ja, dat klopt. Maar dat is tegenwoordig bijna hetzelfde. Als je kijkt naar de statements die Trump de afgelopen tijd heeft uitgesproken. De dingen die hij heeft gedaan. Dat vind ik angstaanjagend om te zien. Kun je vaak 8 tot 10 uur eerder
op allerlei Russische propagandasites al lezen. En dat is geen grap. Ik zou willen dat het een grap is. Dus met Trump hebben we inderdaad een serieuze uitdaging. We hebben de uitdaging, en ik hoop dat Amerikaanse senatoren, en ik hoop dat Amerikaanse rechters ons daarbij helpen, om Amerika gewoon goed aan onze kant te houden. Om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk staan waar we altijd voor hebben gestaan. Voor vrijheid, voor vrijhandel en voor veiligheid. Maar dat wordt wel een enorme uitdaging. Ten Broeke, ja, daar wil ik ook voor staan. Maar het punt is wel dat de Amerikanen, met of zonder Trump, en overigens al zijn voorgangers hebben het ook al gezegd, als het gaat om die veiligheid en ook het beschermen van onze vrijheid, wel een punt hebben als ze zeggen, jullie moeten zelf meer gaan doen. Jullie hebben Absoluut. Je sociale zekerheid, bij wijze van spreken kunnen opbouwen, terwijl wij jullie nucleaire en jullie defensieveiligheid voor jullie hebben geregeld. En daar hebben ze een punt. Dus daar zullen we, als we serieus zijn, als we als Europa meer willen doen, en daar ben ik niet tegen, daar zullen we dus ook een antwoord op moeten geven. En alleen dat kan een antwoord geven op een situatie die we in de hele wereld zien, waarbij het aantal bullebakken enorm aan het toenemen is, en waar daar niet direct een eenvormig antwoord op geven. Volgens mij hebben we dat ook wel goed uitgebreid in het eerste werd gesproken. Ik wil nu eigenlijk vragen naar wat ik zei, dat heet de uitsmijter, hier te beginnen. Wat gaat de Partij van de Arbeid concreet op de agenda zetten, veranderen met betrekking tot buitenlandbeleid? Ja, nou ja, goed, ik denk dat we met alle betogen die we vanavond hier gehoord hebben, en het feit dat jullie hier zijn, is daar ook trouwens een uiting van, dat we ons realiseren hoe belangrijk dat buitenland voor een klein landje uiteindelijk als Nederland is. En dat we de samenwerking zullen moeten blijven zoeken in Europa, in de NAVO, maar ook in de VN. Laten we die vooral niet vergeten. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we daarbij waarden als uitgangspunt nemen. Ons niet alleen maar gek laten maken door die boze meneren om ons heen. Een beetje zelfvertrouwen houden en vervolgens als Europa laten zien waar we voor staan. Helder. Raymond. Nederland is een gaaf land. En dat moeten we zo houden. En dat betekent... Ja, daar heb ik geen paar van Hans en Broeke gejat. En dat moeten we vooral zo houden. En dan moeten we ook goed teruggaan in de geschiedenis. De vertegenwoordiger van de Jonge Democratie zei het heel mooi. Ga eens even terug in de geschiedenis en zie hoe het ook anders is geweest. Laten we die piramide van Maslow, die we al die jaren hebben opgebouwd, vooral aan de bovenkant, de bovenste lagen, laten we die ook eens aan de onderkant repareren. En dat betekent heel simpel, willen we al die dingen blijven doen, over die waarden, over die vrijheid waarin we leven, over die mensenrechten, en dan zullen we ook onze basis, onze veiligheid op orde moeten hebben. En daar gaan wij vooral in ons programma, zal de komende week verder duidelijk worden, fors in investeren. Duidelijk. Sjoerd. Ja, sommige mensen zeggen, die Trump, die moeten we een kans geven. En ik geef toe, het is voor sommigen van ons misschien een verrassing dat politici zich aan een belofte houden. Maar dit zijn wel gevaarlijke beloften. Dus laat ik het zo zeggen. Als Trump zijn grenzen sluit voor vluchtelingen, dan moet Europa laten zien dat wij wel bereid zijn tot opvang. Als Trump zegt, we gaan importtarieven invoeren, dan moet Europa zeggen, wij duiken in dat gat en we gaan voor die vrijhandel. Als Trump zegt, ik schort dat klimaatverdrag, schort ik op, dan moet Europa gaan voor de groenste economie. Dus laat ik het dan ook maar afsluiten met misschien Trumpiaanse frase. Make Europe great again. Helder. Erik Smaling. Netherlands second. Netherlands second, ja. Ik had geen spreuk voorbereid, maar ik zal er nog over denken. De SP wil een nieuw Europa. Dat heb ik net ook al een beetje in staccato betoogd. Een nieuw Europa met als eerste doel dat de hele bevolking zich daarbij betrokken voelt. Want dat is nu op het moment het probleem. Dat heb je gezien met de Brexit, de dreiging dat meer gaat optreden, die is er. Het moet een Europa zijn wat bij de mensen hoort. Dan moet je een aantal stappen zetten waarbij je profiteert van de diversiteit tussen lidstaten. Ik gaf net het voorbeeld van een Europese energieunie. Je moet niet een unie creëren, maar je moet kijken wat kan Spanje, wat kan Zweden, wat kan Estland. En dan haal je het beste naar boven en zo bouw je gezamenlijkheid op waar mensen wat mee hebben. We moeten naar eerlijke en duurzame handel. In plaats van TTIP-discussies moeten we onze havens vergroenen. We moeten naar goederenvervoer wat duurzaam is met de buurlanden. Kunnen we daar grote stappen in maken. We moeten circulaire economie exporteren. Het is veel meer een dienstenkwestie dan een goederenkwestie geworden. En daar heeft Nederland gewoon heel veel in te bieden. Ook in de context van het klimaatakkoord. In de context van de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen wij nuttige kennis exporteren. Ja. Op het gebied van vrede en veiligheid. Nee, dat is een uitsmijter. Ik vond het een groene. Ik heb nog nooit eigenlijk zo'n groene uitsmijter van de SP gehoord. Yes! Doe het voor. Ik vind onafhankelijk van wat Trump zegt, vind ik dat wij onze beloftes moeten houden ten aanzien van het opvangen van vluchtelingen, ten aanzien van het aanpakken van het klimaatprobleem, ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking.
En ik vind het ook ongelooflijk belangrijk dat we ook de belastingontduiking van multinationals aanpakken, omdat ik denk dat dat heel erg veel geld weghaalt, eigenlijk uit de zakken van, van andere landen. Kortom, ik vind dat we eerlijker moeten zijn en meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, dank u. Begin december waren we met een aantal collega's in Washington om te praten met de NAVO, onder andere over Trump natuurlijk. En het, wat mij opviel, we hebben daar met een aantal collega's in de buurt van Washington rondgereden, hoe achterstallig het onderhoud is van de wegen daar. Het is bijna een derde wereldland, denk je wel eens. Dan kom je terug in Nederland en los van het feit dat je aan een prachtig aangehaakt landje komt, het is een super gaaf land, Rimmel. deed ik de radio aan en hoorde ik dat de Merwedebrug, daar zat een haarscheurtje in. Maar Nederlandse transportondernemingen konden direct op het Rijkswaterstaat een kostenvergoed krijgen. Wat is dit land ongelooflijk gaaf. Dit land is zo af, maar wat doen we nou met ons buitenlands beleid? Eigenlijk heel weinig. Realistisch buitenlands beleid is wat we in deze tijden nodig hebben. Zowel naar de Verenigde Staten als naar Rusland, naar de bedreiging aan de zuidgrens. En de urgentie daarvoor is nog nooit zo groot geweest, maar de ruimte daarvoor, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, is nog nooit zo klein geweest. We zitten als het ware gevangen tussen dat eeuwige wapperende linkse vingertje, vandaag weer over Trump, morgen over iets anders, en die middelvinger van populistisch rechts die hier vandaag weer niet aanwezig durven te zijn. Helder. Meer ruimte. Fijn dat ze de ruimte in ieder geval vanmiddag dan hebben genomen. Jo, voor. Ja, ik mis het onderwerp mensenrechten nog van de VVD, maar daar is hier niet zo van, geloof ik. Maar ja, als wij wat meer invloed zouden kunnen krijgen in het parlement of in de regering, dan zouden we echt weer volop inzetten op die mensenrechten. Met name als het gaat om de rechten van minderheden, rechten van religieuze minderheden, rechten van vrouwen. Ik was laatst ook in anderhalf jaar geleden alweer in Syrië. En daar zie ik dat in Noord-Koerdistan, daar in het noorden van Syrië, heel veel etniciteiten proberen weer een beetje leefbaarheid op te bouwen. Nou, dat vind ik hele mooie initiatieven. Dat proberen we in de Kamer ook te steunen. Ik hoop echt dat we niet alleen naar die vluchtelingenstromen kijken, maar ook naar de oorzaken van vluchtelingenstromen. En dat we met een nieuw kabinet kunnen investeren in ontwikkelingssamenwerking. Nieuw geld, meer geld voor ontwikkelingssamenwerking, zodat ze daar hun banen en hun rechten kunnen krijgen. En niet allemaal naar Europa hoeven te komen. En tenslotte, Israël. Ik hoop echt dat we daar... Ik moet afronden. Ik rond hem af, want ik hoop echt, als we toch een beetje in die Trumpiaanse sfeer zitten vanavond, ik hoop dat we daar in staat zullen zijn de komende jaren niet muren te bouwen, maar bruggen te bouwen. Helder. Ik wil alle politici bedanken, maar ik wil vooral ook heel erg de jongere partijen bedanken om het buitenland op de agenda te zetten en hier in de balie te brengen. Dus daar een hartelijk applaus voor. Nog even wel wat reclame voor onszelf, want er is de hele maand verkiezing in de balie. Onder andere Make the Tax Fair Again, waar je het al over had. Wat ook heel belangrijk is, er is over drie kwartier of zo hier alweer een nieuw debat over ontwikkelingssamenwerking. En daarom moet deze zaal echt in één keer leeg. Dus ik ben heel erg voor nadiscussiëren, maar doe dat alsjeblieft aan de bar. En verder veel dank voor jullie aandacht. Thuis, ga stemmen en alsjeblieft naar de bar om nog even een biertje te drinken met elkaar. Dank u wel.